gegeten. Wanneer dat die wandeltocht van Lophem nog evalueert, of van die Priskam, die tocht, wanneer dat de Ja. nutsgroep ervan bekend is, ik kon eigenlijk vergeten. Ja, maar ik kan dat van de week dat afwerken. Ah ja. Dus iedereen had een persoonlijke mail ontvangen. En ook gaan we van eerste keer de prijs. Het zijn dus een aantal waardebonnen en ook toegangskaarten voor het kasteel van Lophem. En we hebben dus ook een veertigtal gratis ontbijten.
hopelijk kunnen we binnenkort weer op een fysieke manier vergaderen. Goed, we hebben één verontschuldiging voor vanavond. Raadslid Ilse de Meulemeester is verontschuldigd. Ik begin dan aan het eerste punt op de agenda. Dat is het secretariaat Intercommunalis, WVI, de buitengewone algemene vergadering op 16 december. De agenda, de goedkeuring hiervan en de aanduiding van een vertegenwoordiger. Raadslid Brigitte Hempens zal die vertegenwoordiging opnemen. Ik weet niet of er daar opmerkingen rond zijn. Ik zie dat de raadslid Anne Pantin hier een vraag over heeft. Anne, aan u het woord. Ik lees in die begroting 2021 dat er bij de investeringen staat aankoop grond Sint-Eloy Zuid. Gaat dit nu dit jaar gebeuren of hoe zit dat juist in elkaar? Misschien dat schepen Arnold Naastens daar iets kan over zeggen. Arnold? Ik kan daar eigenlijk niet correct op antwoorden. Misschien alleen in de, denk ik, de Raad van Bestuur zit, hebben wij geen echte vertegenwoordiger. En ik heb geen weet wanneer dat juist gepland is. Ik zal dat moeten navragen. Ik kan daar geen correct antwoord op geven. Moet bekeken worden. Nou, Brigitte kan meenemen ook naar de vergadering dan, die vraag. Ik denk dat dat het beste is, ja. Ik ga dat meenemen, ik heb dat genoteerd. Ja. Ja, maar vorig jaar heb ik hetzelfde antwoord gekregen. Dus oei. Dit jaar dan graag wel een antwoord. Okido. Dank u wel. Alsjeblieft. Dat wordt dan nog teruggekoppeld. Nog vragen? Nee, dan stel ik voor dat iedereen naar UBAPT gaat om te stemmen over dit punt. Als dit van iedereen gelukt is, zal de directeur dat straks het stemgedrag eventjes toelichten. Voorzitter, dat is door iedereen goedgekeurd. Oké, dank u wel. Dan kunnen we overgaan naar het volgende punt op de agenda. Dat is IVBO. Ook de goedkeuring voor de agenda en een aanstelling van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering op 16 december. Raadslid Stijn Timmerman zal daar de vertegenwoordiging opnemen. Ik weet niet of er daar vragen rond zijn. Geen vragen of opmerkingen hier rond. Goed, dan kunnen we dit unaniem goedkeuren. Dan komen we tot punt 3 op de agenda. De samenwerkingsovereenkomst tussen Zorgraad W40 en de lokale besturen met betrekking tot de pool huisbezoekers. Schepen Ellen Hoes zal hier waarschijnlijk een toelichting rond geven. Ellen, ja. Aan uw woord. Dank u wel, Charlotte. Dus in het kader van de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-pandemie werd aan de zorgraden gevraagd om een pool van huisbezoekers op te richten. Vanuit de lokale besturen hebben de diensthoven sociale dienst zich hiervoor aangeboden. Als er dus vanuit de artsen een gevoel is van die mensen hebben de COVID-normen niet goed begrepen of begrepen niet goed wat dat quarantaine inhoudt, dan wordt eigenlijk Anja, als het voor iemand op ons grondgebied is, ingelicht. En zij neemt dan nog een keer contact op met die mensen. Om beurten zijn zij ook een weekend van wacht. Dus dan zijn zij bevoegd voor het gehele
grondgebied van de eerste lijnzone. Dat loopt nu eigenlijk al een paar weken en er zijn eigenlijk heel weinig gevallen waarin dat wij nog extra moeten tussenkomen. Ik weet niet, ja, graag jullie goedkeuring voor deze samenwerking. Ja, ik weet niet of dat er vragen zijn hierover. Zijn er vragen hierover? Raadslid Eddy de Wispelaar heeft een vraag. Eddy, aan u het woord. Ja, het is zo dat ik zie dat er verschillende partners zijn die meegaan in het verhaal, zoals de gemeente Zedelhem, Jabeke, Ooskamp en Zedelhem zelf. Er is sprake van een toelage aan de zorgraad. Wordt dit dan verder verdeeld aan de gemeenten? Want ik zie dus dat de gemeente Zedelhem twee mensen 4 uur beschikking stelt. Jabeke slechts 1 persoon, 4 uur. Ik vraag of die 2 mensen die door de gemeente Zedelhem zijn aangeduid, werden zij daarvoor opgeleid om dit te doen? En een bijkomende vraag is die ik stel. Moeten wij hier vaststellen dat dit een soort tekortkoming is van de overheid wat de contactopsporing betreft, aangezien dat men nu nog extra de gemeente en de lokale besturen moet vragen om dergelijke opdrachten uit te voeren? Ik zie dat op het Schepencollege van 2011 dat daar het contract werd voorgelegd en dat er sprake was om een extra aanwerving voor coördinatie, dus door die zorgraad, hè, en dat dat zou betaald worden door de beschikbare middelen. Ik zie nu, ik vraag me af, is dat een tijdelijke functie? In het reglement, contract dat doorlegt, eigenlijk de persoon is al aangeduid. In hoeverre, welke procedure werd daar gebruikt om die mensen aan te duiden? Precies dat november dit nog blanco was ingevuld en nu op de dag van de gemeenteraad is daar een persoon ingevuld. Hoe wordt dit ingewerkt? Is het realisatie dat wij met de gemeente Zedelhem nog 2 uren in zoverre dat de sfeersformatie en al de verschillende opdrachten die we hebben bij de sociale dienst, kan dit nog normaal dan uitgevoerd worden, aangezien wij 4 uur ter beschikking staan. Ik wil nu wel rekening houden met de opmerking van, of de uitleg van Schepen Hoes, dat er voor de gemeente Zedelhem blijkbaar tot op heden, dat het ter werking is, blijkbaar niet direct noodzakelijk is. Goed, Eddy, ik ga zo goed mogelijk proberen op je vraag te beantwoorden. Als ik ergens iets vergeet, moet je me eraan herinneren. Hè? Oh ja. Dus er zijn middelen beschikbaar voor de zorgraden. Er is daar inderdaad iemand mee aangeworven die een voltijdse functie daarvoor uitoefent, die eigenlijk de coördinatie op zich neemt. De coördinatie tussen de lokale besturen, maar ook de locatie tussen de arts, die voor alle gemeenten, dus alle 4 de gemeenten, verantwoordelijk is voor de COVID-gevallen. Wat zat er nog? Dus van die middelen stroomt er eigenlijk voor die contacttracing niks door van middelen naar de lokale besturen zelf. Dus wij, de mensen, doen dit binnen hun uren, dus extra middelen worden voor hen daar niet voorzien. Zij hebben wel een opleiding gekregen, dus zij weten hoe zij zich moeten gedragen, zowel telefonisch als aan de deur, hoe zij tegenover zo'n mensen die besmet zijn, zich moeten gaan gedragen. De vraag was dan van, kan de overheid inderdaad niet mee met het aantal gevallen? Zij hebben inderdaad gevraagd of dat wij kunnen bijspringen indien zij er niet geraken. Dus wij hebben tot op heden 3 gevallen gehad in een maand tijd waar wij zelf zijn moeten tussenkomen. En dat was eigenlijk nog vaak niet echt nodig dat wij nog extra ondersteuning boden. Omdat die mensen wel goed wisten waarover dat het ging. Dat was vooral een beetje ook een babbel dat wij dan nog een keer gedaan hebben met hen om nog alles een keer uit te lichten en te zorgen dat alles duidelijk was. Ik weet niet, heb ik hiermee het meeste beantwoord van je vragen? Of is er nog iets dat ik vergeten ben?
Nee, ik wil dus even bedanken. Het waren inderdaad heel wat vragen, maar u hebt dat kort beantwoord. Ja, Sabine kan ook nog iets, de directeur kan ook nog een aanvulling geven, want zij zit ook in het COVID-team die hiervoor verantwoordelijk is. Dank u wel, Schippen. Nu, Eddy, u vroeg of het om tijdelijk personeel gaat binnen de eerste lijnzone. Dat is wel degelijk het geval. Het was zo dat er daar een zwangerschapsverlof was. Die persoon is teruggekeerd. En de persoon die dan eigenlijk terug moest vertrekken, heeft op die manier een contractverlenging gekregen eigenlijk voor de duur van de COVID-situatie en om die coördinatie op te nemen. Dat wil ik nog toevoegen op de vraag naar het personeel. Oké, zijn er nog vragen? Geen vragen meer rond dit punt? Goed, dan stel ik voor dat iedereen terug naar IBOPS gaat om te stemmen. En dan wachten we opnieuw eventjes op de directeur tegen dat alles ingegeven is, om dan het stemgedrag te horen. Voorzitter, ik wacht nog op de stem van de raadslid om niks te snappen. Ja, ik denk dat het met het probleem zit, want dat bolletje blijft hier maar draaien. Dus ik heb gestemd, maar het gaat niet door. Ja. Dominique, en wat is uw stem, Dominique? Ik stem voor. Oké, ja. Wordt zo toegevoegd dan. We hebben de goedkeuring door iedereen. 26 stemmen voor. Oké, dank u wel, directeur. Ik zie dat het gelukt is, Dominique. Ja. Oké, goed. Dan komen we aan punt 4 op onze agenda. Financiën rond de kerkfabrieken. Namelijk Onze Lieve Vrouw Veldegem. Het budget van 2020 gaat over een wijziging. Schepen aan de Vriend gaat hierover een toelichting geven. Anne, aan u het woord. Ja, het betreft inderdaad de kerkfabriek van Veldegem, die eigenlijk een tweede budgetwijziging indient dit jaar. Het betreft eigenlijk een schade die men heeft gehad in de tuin. Wie het zich nog herinnert, is of het feit dat de storm Kiara gepasseerd is hier in februari. Dat is natuurlijk al een tijdje achter ons. Hè. En men had heel wat schade in de tuin, dus aan de muur tussen de school en de tuin van de pastoriewoning. En ook dus heel wat bomen die dus eigenlijk omgevallen zijn. En men heeft dus uiteraard de muur hersteld. Men heeft dus de bomen allemaal gekapt. Dat zijn eigenlijk sparren, hé. Gekapt die eigenlijk omgewaaid waren. En men heeft eigenlijk ook alle bomen die niet sterk geworteld waren uit veiligheid ook ondertussen eigenlijk meegenomen. Daarnaast heeft men ondertussen ook heel de tuin opgefrist, omdat de kerkfabriek van Veldegem aan het onderhandelen is over een erfpacht met de school. Dus de school zou de pastorie willen gebruiken. En als daar dan ook kinderen en zo zullen inspelen, dat zal ook opengesteld worden onder bepaalde voorwaarden aan de bevolking van Veldegem om daar te kunnen doorwandelen. En dus is dat allemaal op punt gezet. Zij vragen dus een extra toelage van 9000 euro. Dat is dus geen probleem, omdat dat eigenlijk nog volledig binnen de meerjarenplanning blijft. Dus de nieuwe exploitatietoelage aan de kerkfabriek van Veldegem wordt 15.057,69 euro. Dankjewel, Anne. Zijn er geen vragen over? Ja, Gunther de Scheemaker.
collega's aan kunt schepen. Een vraagje, was daar ook tussenkomst van de verzekering naar aanleiding van die herstelling van de muur? Of hoe zit dat in elkaar? Ja, ja, dus ik ga zeggen, eigenlijk, Gunther, dus die muur had eigenlijk schade, maar van al vroegere zaken, eigenlijk die niet te maken hadden met die storm. En men heeft ook gevraagd of dus ondertussen eventueel de verzekering ook zou tussenkomen nu voor die sparren en met en die herstelling van die muur. Maar uiteraard, dat was niet veroorzaakt door die storm en die sparren die neergevallen waren. Dus vandaar dat de verzekering niet heeft willen tussenkomen daarin. Oké, dankjewel. Nog iemand met een vraag? Nee, geen vragen meer. Goed, dan vraag ik opnieuw iedereen om naar IBABS te gaan en om te stemmen over dit punt. Ja, voorzitter, 26 stemmen voor goedgekeurd. Oké, dank u wel, directeur. Dan punt 5 op onze agenda, personeel. De verhoging van de tweede pensioenpijler vanaf 1 januari 2021. Schepen Arnold Nasus zal hier de uitleg over geven. Arnold, aan u het woord. Ja, ik ga proberen een kleine samenvattende slide door te sturen. Geef me een centje als dat lukt. Een tabblad. Voilà. Zien jullie iets verschijnen? Voorzitter, kan je bevestigen dat je iets ziet? Ja, nu zien we het, Arnold. Goed. Dus de vraag is inderdaad om de tweede pensioenpijler opnieuw op te trekken. En eigenlijk ben ik nog niet zo lang geleden langs geweest op de gemeenteraad om een verhoging naar 2,5% te vragen. En nu zijn we eigenlijk al terug. Nu, wat is de aanleiding daarvan? Er is dus inderdaad een simulatie gebeurd door de FOD, dus de Federale Overheidsdienst. Die toch met frappante cijfers eigenlijk naar boven kwam. Nu, waarover gaat het? Het gaat dus eigenlijk over de responsabiliseringsbijdrage. En wat is dat? Dat is de bijdrage die we verschuldigd zijn indien de eigen pensioenlast groter is dan de betaalde bijdrage. Dus het is zo dat wij, en we spreken hier over onze benoemde personeelleden, de zogenaamde statutairen, om die pensioenlast te kunnen dragen, moet dat dus uit, hebben wij een bepaalde eigen pensioenlast, maar oké, het ziet er naar uit dat voor alle gemeenten, en dat is niet alleen voor Zedelgem, dat er dus veel meer zal moeten betaald worden de komende jaren, als zij zien hoeveel mensen vandaag op pensioen gaan. Nu, de kanttekening daarbij is dat een aantal jaren geleden heel wat gemeenten eigenlijk een kunstgreep hebben toegepast in die zin dat mensen die einde loopbaan waren, en ik heb het dan over contractuelen, dat die dan nog uit dienstbaarheid eigenlijk statutair zijn gemaakt, die dan natuurlijk dat vooral interessant maakte voor hun pensioen. Maar dat wil dan natuurlijk zeggen dat die fondsen, die middelen daar niet allemaal voor beschikbaar zijn. Wij hebben in onze gemeente eigenlijk al langer een strategie om het aantal statutairen toch wel te beperken en dat alleen nog toe te staan of te implementeren op cruciale functies. Arnold, ik wil even onderbreken, Arnold. Is het mogelijk om de slides of om je scherm iets groter te zetten, om maar in te zoomen? Ik kan dat proberen. Dat lukt niet blijkbaar. Sorry. Wacht, presenteren, dat gaat misschien beter zijn. Een klein ogenblikje, je ziet dat er iets aan het laden is. Dat is veel beter, Arnold, dankjewel. Ja, beter, ja. Goed,
Dus dat is inderdaad de cijfers die we van het FOD hebben doorgekregen. Dus op vandaag betaalt de gemeente een 27.400 euro. Maar de komende 5 jaar zal dat eigenlijk optrekken tot een som van 364.000 euro. Dat wil zeggen dat wij over die periode van nu tot 2025 eigenlijk over een bedrag spreken voor de gemeente van meer dan 1 miljoen euro. En voor het OCMW gaat dat tot en met 205.000 euro. Die eigenlijk zou moeten betaald worden in de responsabiliseringsbijdrage. Nu, als wij, en dat is hetgene die nu voorligt, als wij inderdaad, zoals gevraagd wordt door de overheid, zouden die tweede pensioenpijler optrekken van die 2,5 naar die 3%, wat dus ook gevraagd wordt in 2021, dan is het zo dat zij daar een soort korting zouden willen opgeven. En die bedraagt ongeveer de helft van de kosten die wij hebben. Dat betekent ongeveer 60.000 euro. Die zou in vermindering worden gebracht van die responsabiliseringsbijdrage. Het is wel zo natuurlijk dat wij door die 0,5% meer te betalen in die tweede pensioenpijler wel een meerkost hebben van 25.000 euro. Maar oké, dat is dan nog altijd een positief verhaal. Het is natuurlijk al langer dat men vanuit de overheid probeert om het verschil in die pensioenrechten tussen statutair en contractueren, dat men dat naartoe wil laten bewegen. Op vandaag zou dan moeten een gap worden overwinnen van 8%. Dat is natuurlijk niet echt haalbaar, denk ik, financieel ook niet. Maar ik wil er vooral bij duidelijk maken dat dat inderdaad nu een offer is die zich aandient. Maar er wordt daar ook geen zekerheid van gegeven. Want uiteindelijk, als dat effectief zo stijgt, die pensioenen, dan zou het kunnen gebeuren dat die pot te klein is. Met andere woorden, dat er niet voldoende geld zal zijn om ook die tegemoetkoming, die helft van die kosten, terug te betalen. Nu, op vandaag is dat de enige uitweg die we hebben om dat toch nog een beetje in te verminderen. Het blijft natuurlijk een simulatie. En nogmaals, ik ga er ook vanuit dat het aantal statutairen de komende jaren opnieuw zou afnemen. Want de meeste gemeenten gaan er dat ook over naar contractuelen. Maar we moeten deze bubbel eigenlijk overwinnen. En het enige wat wij vandaag kunnen doen is eigenlijk daar gebruik van maken, zolang het eigenlijk kan. Ik hoop met die twee slides dat het een beetje duidelijk in beeld gebracht is van waar wij voor staan. Zijn er vragen? Dankjewel, Arnoud. Oké, raadslid Anne Patin. Aan u het woord. Mijn micro stond nog niet aan. Ja, er stond daar dus inderdaad heel veel zo en mogelijks. En dan is mijn vraag eigenlijk, is er daar al iets in het meerjarenplan voorzien, wat dat die bedragen betreft? En gaat men dan uit van het volledige bedrag, of gaat men dan uit van de korting die men zou krijgen? En een tweede vraag is, er staat daar twee keer iets verschillends, maar ik weet nu niet, er staat ene keer dat dat terugbetaald wordt met het pensioenfonds, en een andere keer staat er dat dat terugbetaald wordt met de responsabiliteitsbijdrage die de andere gemeenten moeten betalen. Is dat hetzelfde of zijn dat verschillende zaken? Ja, maar uiteindelijk, net zoals ik zei, anders, al die gelden die wij moeten storten in die responsabiliseringsbijdrage, dat is een pot van alle gemeenten. Dus een beetje afhankelijk van wat dat daarin terechtkomt. En van daaruit moeten die pensioenen uiteindelijk dan betaald worden. Goed, het is inderdaad vooral een zou-verhaal en wij kunnen ook niet meer dan doen dan hetgeen dat vandaag voorligt. En wat we zeggen op vandaag is er die belofte dat zij die korting willen geven en wij rekenen daar een stukje op. Maar nogmaals, zekerheden zijn dat niet. Dat kan dit jaar het geval zijn, maar het kan best zijn volgend jaar dat dat al een stuk minder is of zelfs wordt volledig teniet gedaan. Is dat opgenomen in de begroting? Daarvoor zou ik naar mijn collega Anne moeten overschakelen, maar ik denk het niet. En dat zal nu natuurlijk gebeuren, omdat dat informatie is die nog niet zo lang beschikbaar is. Oké, dankjewel Arnold. Ik zie dat ook raadslid Dominique Snappen nog een vraag heeft. Dominique? Ja, dankjewel voorzitter. Ik weet niet als ik iets gemist heb, maar ik heb blijkbaar wel een slechte verbinding en Arnold is een paar keer blijven hangen. Ja, en een stuk van Anna's vraag heb ik ook niet gehoord. Dus, mijn vraag is, we weten dat de federale pot, dat eigenlijk geen pot is, maar een put. Dus je zegt zelf, want we weten niet als die belofte zal kunnen waargemaakt worden. Mijn vraag is dan ook, kan onze begroting dat aan op gemeentelijk vlak? Stel dat we niks krijgen van de federale overheid, hoe gaat dat gecompenseerd worden uit de gemeentelijke pot dan?
Ja, oké, goed, dat moet natuurlijk bekeken worden. Nogmaals, allee, zekerheden zijn er niet. En ook die simulatie is geen gegeven. Dat moeten we ook nog afwachten. Ik denk dat dat ook wel een beetje een worst case scenario is die is voorgeschoteld. En wat kan best zijn, dat we inderdaad die korting waarop vandaag... Maar oké, die korting is ook peanuts vergeleken met het getal die voor ligt. Dus wij gaan moeten ervoor zorgen dat wij dat kunnen inpassen in onze meerjarenbegroting. Zo simpel is dat. Maar de tijd zal uitwijzen welke de bedragen dat zullen zijn. Maar anders, misschien dat Anne wat kan aanvullen op dat vlak, maar ik denk niet dat op vandaag daar, de oefening al volledig is gemaakt. Inderdaad, dus het is eigenlijk een hele moeilijke oefening, want het is, we krijgen altijd maar nieuwe cijfers door. Men wijzigt dus continu terwijl men terug aan het spelen is, zoals we al een paar keer meemaken met de hogere overheid. Nu, het is zo dat wij in de meerjarenplanning een beetje de middenweg zullen zoeken. En momenteel is dus de financiële directeur volledig bezig met die meerjarenplanning op te zetten. En zij zou daar ongeveer 1 miljoen in plaatsen. Dus dan gaan wij aan Cours de Route wel zien waar wij moeten gaan corrigeren, een keer dat er meer zekerheden zijn. Want die korting is inderdaad ook iets dat je krijgt. Maar als alle gemeenten meedoen en allemaal naar die 3% gaan, zal er geen geld zijn om korting te geven. Dus alles is eigenlijk ook afhankelijk van wat andere gemeenten doen. Dus het is echt koffiedik kijken en... Nu moeten de gemeenten allemaal doorgeven wat ze zullen doen. En het is eigenlijk maar vanaf het moment dat wij, of dat de overheid weet van kijk, de gemeenten gaan voor de 2,5% of gaan toch naar de 3%, dat zij ook hun rekening kunnen maken en dat wij dan natuurlijk terug onze nieuwe cijfers gaan krijgen. Een ander element is ook van vastbenoemd personeel. Wie gaat nu nog op pensioen die nog niet direct gepland was om op pensioen te gaan? Dus dat zijn ook dingen waar wij niet altijd zekerheid over hebben. Maar dus er is normaal gezien is er nu gepland van 1 miljoen te voorzien. Maar dat komt volgende maand. In december wordt dus de nieuwe meerjarenplanning voorgesteld. Oké, dankjewel Anne voor deze toelichting. Zijn er andere raadsleden die nog een vraag hebben hierover? Nee, dan stel ik voor dat iedereen naar IBAPS gaat om te stemmen over dit punt. Voorzitter, mag ik nog één vraagje stellen? Ja, Dominique, doe maar. 1 miljoen hier. Je zegt, we gaan tegen volgend jaar daar 1 miljoen voor voorzien. Of proberen, maar ergens gaat dat moeten dan uit een andere pot komen. Of ergens vandaan komen, van waar ga je dat miljoen dat juist halen? Want hebben wij 1 miljoen op overschot om zomaar ergens te kunnen... En een andere pot te steken? Weet Dominique dat wij eigenlijk wel een financiële zonde gemeente zijn. Wij hebben nog reserves. Wij zijn nog niet tot het uiterste gegaan. Maar natuurlijk, het is iets dat we enorm goed in de gaten moeten houden. Hè? Maar dus, er zal inderdaad waarschijnlijk links of rechts ook moeten geschoven worden. Hè? Dus dat is de exploitatie die uiteraard... uit andere potten moet komen, maar waar voorlopen weten we nog niet. Nu, we weten ook altijd dat we ook meevallertjes hebben. Hè? Nu, natuurlijk, 2020 is al een heel moeilijk jaar, tegenvaller van de COVID. Hè? Dus het is inderdaad voor de financiële directeur ook heel moeilijk om dat allemaal in elkaar gebokst te krijgen. Maar we gaan ons best doen. Hè? Dus volgende maand ga ik dan daar meer uitleg kunnen over geven. Hè? Ja, en is dan... Als goede huisvader en huismoeder, dan is beter van echt het worst case scenario voor ogen te houden. En eigenlijk, ja, natuurlijk wel die subsidie van de overheid te vragen, maar daar eigenlijk geen rekening mee te houden. Want ik zeg het, in een pot is geen put, maar een put, ja. Ja, maar ik had ook eerder die reactie, laat ons uitgaan van het worst case scenario. Maar eigenlijk, onze autofinancieringsmarge, die zit eigenlijk nog heel ruim. Hè? Dus eigenlijk is er nog wel voldoende reserve volgens de financiële directeur. Oké, dat is een positief bericht. Maar natuurlijk, er moet niet veel zo van die stunten bij komen. Bedankt. Goed, oké. Dan stel ik nu voor dat iedereen naar IBAPS gaat om te stemmen.
Voorzitter, ik lees 25 stemmen voor, 1 stem onthouding van raadslid Bart Hazard. Bij deze goedgekeurd. Oké, dank u wel, directeur. Dan komen we op punt 6 op onze agenda. Welzijnsbeleid, het nieuwe reglement werkingssubsidies voor de seniorenverenigingen. Schepen Ellen Hoes, aan jou het woord om hier wat toelichting rond te geven. Dank u wel. Dit is een herneming van het punt dat in de gemeenteraad van juni uitgesteld werd. Ondertussen zijn we met het nieuwe reglement naar de algemene vergadering van de SAR gegaan in oktober. En daar werd dit positief onthaald. Er werd een extra toelichting gegeven over het nieuwe reglement. Dus hoe de mensen aan hun subsidies kunnen komen. Omdat er hier wat commotie was van bepaalde activiteiten zullen niet meer gesubsidieerd kunnen worden of tellen niet meer. Dus wij hebben daar een uitgebreide toelichting ook bijgestopt nu bij het nieuwe reglement. En dit werd dan ook onthaald als positief in de algemene vergadering van de SAR. Er werden ook op vraag van de SAR zelf nog een aantal kleine puntjes aangepast. Dit is ondertussen ook gebeurd. Dus graag nu jullie goedkeuring voor dit nieuwe reglement. Dankjewel, Ellen. Ik zie dat raadslid Eddy de Wespelaar hier een vraag rond heeft. Eddy, aan u het woord. Ja. Het is dus inderdaad voorgekomen, de eerste keer op 25 juni in de gemeenteraad. We hebben toen met de N-VA-fractie gevraagd om dit te willen uitstellen, omdat we vonden dat de manier waarop dit eigenlijk door het strot van de SAR, de seniorenadviesraad, werd doorgedrukt, dat het dit wel in coronatijd anders kon, dat het moeilijk is om te vergaderen, maar de wijze waarop dit reglement aan het eerst aan het dagelijks bestuur werd voorgatief geadviseerd en daarna aan per mail aan de algemene vergadering werd voorgelegd met de vraag of dat zij ook per mail wensten te antwoorden, vonden wij als N-VA-fractie dat dit niet de ideale werking was. En we vonden dan inderdaad met de vraag om dit uit te stellen en we wensen ook de gemeenteraad bedanken en dat zij erop zijn ingegaan en ook dus even te bedanken dat zij dat opnieuw heeft voorgelegd aan de SAR, de Seniorenadviesraad, want het bewijst, wanneer je kijkt naar het verslag van de algemene vergadering, gaat het niet meer of over 8 pagina's die de vergadering weergeven en daar staat ook een heel stuk in over het nieuwe reglement van de werkingssubsidies. Dus het bewijst nog een keer dat fysieke aanwezigheid, en zeker wanneer het over dergelijke reglementen gaat, dat dit op een correcte wijze moet gespeeld worden. Eén detail nog, en in het voorstel, in het oorspronkelijke voorstel, stond er dat men met 20 aanwezigen moest zijn op een vergadering om in aanmerking te komen voor mogelijke subsidie. Nu, je moet weten wie een beetje actief is in het verenigingsleven en of dat nu bij jongeren is of een tussenleeftijd of bij de SAR. Zij worden geconfronteerd ook met een reglement vanuit hun eigen organisatie en daar wordt het getal 12 normaal genoemd. Het getal 12 is eigenlijk een getal die reeds in de jaren 80 door de Vlaamse overheid werd gebruikt. Dat betekent dus dat het niet zo eenvoudig is om bij bepaalde activiteiten mensen aan te moedigen om daar aanwezig te zijn. En dan hebben we het meestal over voordrachten of themaavonden. Dus het is eigenlijk goed dat de vergadering, dat er mensen zijn geweest die tijdens de vergadering deze opmerking hebben gemaakt. En gelukkig is men tot een voorstel en een afspraak gekomen om dit op 12 te behouden in plaats van 20. Want je moet ook weten, en ik heb dit eens gelezen in het Scheemcollege, daar werd het cultuurbeleid voorgesteld op 27 oktober, geloof ik. En moesten we vaststellen dat bijvoorbeeld de programmatie zal afgebouwd worden in de Groene Meersen wat de optredens betreft. En daarin was de conclusie genomen, we gaan dus proberen meer de verenigingen te motiveren
om meer activiteiten en organisaties op zich te nemen. Men kan alleen maar mensen motiveren wanneer er eigenlijk ook daarnaast een subsidiereglement is die aanvaardbaar is. Dus ik hoop dat er nooit in de toekomst, wanneer er ooit zou gedacht worden om het subsidiereglement van cultuur aan te passen, dat men daar ook niet met cijfers komt die eigenlijk niet realistisch zijn. Maar we wensen dus met de N-VA-fractie dus even te bedanken voor haar inspanningen. En we hopen een goede samenwerking verder met de senioren. Wij gaan dus positief stemmen. Oké, dankjewel Eddy. Zijn er nog mensen die iets toe te voegen hebben of een vraag hebben over dit punt? Nee, dan stel ik voor dat we stemmen. Voorzitter, 26 stemmen voor, dus goedgekeurd. Dank u wel, directeur. Dan komen we op punt 7 in onze agenda. En daar hebben we een interpellatie op vraag van raadslid Anne Patin over het relanceplan in Zedelheim. Misschien Anne, aan u het woord om een kleine toelichting hier rond te geven. Dank u wel. Wij zitten in een tweede nieuwe lockdown die eigenlijk al een tijdje duurt en normaal gezien nog een tijdje zal duren. En we vroegen ons af of er nieuwe steunmaatregelen zijn voorzien door de gemeente. Het noodfonds van die 225.000 euro ongeveer, dat ontvangen werd van de Vlaamse regering voor jeugd, sport en cultuur, daar vragen we hoeveel werd daarvan al effectief gestort naar de verenigingen. Wat zijn de concrete plannen met het resterend bedrag? Werd er ook op een of andere manier geëvalueerd of de keuze voor het verhogen van de subsidie voor alle verenigingen met 50% wel de juiste keuze was? Want wij vrezen dat er heel wat verenigingen zijn die uitsluitend werken met vrijwilligers en die het niet meer zullen zien zitten of het financieel niet meer zullen aankunnen om bijvoorbeeld onze jongeren de kans te bieden om te sporten in clubverband voor een democratische prijs of gewoon een zondagmiddag door te brengen op een voor een democratische prijs. Dus vragen we ons af of dat niet interessant zou zijn om bijvoorbeeld die verenigingen te laten aantonen wat het verschil is tussen inkomsten-uitgaven voor dit jaar in vergelijking met vorige jaren. En op basis daarvan een verdeelsleutel uit te werken en eventueel nog extra steun aan te rekenen. Dat is wat betreft cultuur, sport en jeugd. Dan voor de handelaars. En dan hebben we nog het laatste leukje rond armoede. Wordt er naast het ontvangen budget en de strijd tegen armoede en het consumptiebudget voor kwetsbare groepen nog andere steunmaatregelen voorzien? Oké, dankjewel Anne. Ik denk dat Dirk en Anne de vraag zullen beantwoorden. Misschien eerst het woord aan Schepen Dirk. Goedenavond iedereen, goedenavond Anne. Bedankt voor je vraag. Zo kan ik even nog eens benadrukken hoeveel onze gemeente eigenlijk wel doet voor de verenigingen. Dus ik heb je vragen begrepen. Dus hoeveel werd daarvan effectief gestort aan de verenigingen? Dus we spreken hier effectief wel van dat supplementair bedrag van 225.000. En daar werd ongeveer 87.000 euro reeds van gestort. Dat was je eerste vraag, dacht ik. Dus die storting is allemaal gebeurd. En dan, niet onbelangrijk, de gewone subsidie werd ook al gestort. En normaal gezien komt dat maar in januari, begin februari soms. Dus ze hadden ook al de centen wat vroeger. Wat zijn de concrete plannen met het resterende bedrag? Met het resterende bedrag, zo'n 138.000 euro, gaan we investeren in het sociaal weefsel in Zedelheim. Dus dingen verwezenlijken waar we alle verenigingen mee steunen en heel wat inwoners rechtstreeks
mee tevreden gaan zijn. Bijvoorbeeld de aanleg van dat outdoor multisportterrein of aankoop van een mobiel podium. Ook niet onbelangrijk, er werd ook ingezet op andere speerpunten, zoals kwetsbare inwoners, zorg en opvang, noodopvang, lokale economie en levenskwaliteit. Dus dit alles kan je ook lezen op onze gemeentelijke website. Werd er geëvalueerd of de keuze voor het verhogen van de subsidie voor alle verenigingen met 50% wel de juiste keuze is? Wel, Anne en iedereen, dit was de meest eenvoudige mogelijke oplossing en ook de meest objectieve. Ik wil even meegeven, al heel wat positieve reacties ontvangen van de verenigingen. Vorige week was er dan jeugdraad en zelfs in die raad waren ze vol lof over hoe de gemeente met het gekregen budget heeft omgesprongen. Dus we vrezen dat er heel wat verenigingen die uitsluitend met vrijwilligers werken, dus niet meer zullen zien zitten, verder aan democratische prijs te kunnen sporten. Wel, precies daarom hebben we die korting van 50% voor het zaalverhuur toegepast. En er zijn ook verenigingen, en dan vooral in cultuur, die toegeven dat ze heel wat minder kosten hebben gemaakt. Ze hebben ook geen sprekers moeten uitnodigen, ze hebben geen zalen moeten huren. Ze hebben natuurlijk geen winst, maar verliezen hebben ze meestal ook niet. Daarom hebben we ook die oproep via Facebook en persdienst om verder lid te blijven van die verenigingen. Dus we doen dus werkelijk heel wat. En je laatste vraag, dacht ik, zou het niet interessant zijn om de verschillende verenigingen te laten aantonen wat dat het verschil is tussen inkomsten en uitgaven? We kijken nu inderdaad naar die andere verenigingen. Dus om een voorbeeld te geven, in de laatste sportraad hebben wij een oproep gedaan met de vraag alles goed bij te houden, zoals vooral de BTW-aangifte, en dat we dan misschien in januari, februari een vergelijkingen kunnen maken. En wie weet kunnen wij die verenigingen in de toekomst nog helpen, of komt er nog van hoger hand misschien nog een extra steun? Ik weet niet of Anne of je daar nog uitleg van wil, alsjeblieft. Dank je voor die uitleg, Dirk. Maar ik dacht, als we met de fractievoorzitters samengezeten hebben op die vergadering rond het relanceplan, dat er toen heel veel commotie was rond het aankopen van het mobiele podium, dat 80.000 euro zou kosten. Ja. En dat er toen werd gezegd, we zullen dit niet doen met het steungeld voor jeugd, cultuur en sport. Blijkbaar ga je dat nu wel doen. Ik dacht dat dat zo goed gebeurd was. En er zijn, trouwens wil ik nog meegeven aan, dat heel wat verenigingen in verband met dat podium, maar heel wat verenigingen een positief mailtje hebben gestuurd naar de jeugd- of cultuurdienst, dat wij dat eindelijk aankopen en niet steeds moeten gaan lenen bij omliggende gemeenten, zoals bijvoorbeeld in Echteren. Het zal zeker voor vele verenigingen een meerwaarde zijn, dat ben ik zeker. Mijn vraag is weg, wacht ja. Hoor. Ah, nee. Ik heb het gelezen op de site van Zedelhem, rond alles wat dat jullie doen. Maar er staat daar gewoon alles wat dat jullie doen voor verenigingen en dergelijke meer. Maar er staat daar eigenlijk nergens vermeld wat dat Zedelhem zelf doet. Dat is allemaal met de centen die jullie krijgen van de overheid. Doen wij ook als Zedelhem zelf ergens een initiatief en geven wij als gemeente Zedelhem ook steun op een of andere manier? Dan niet van dat noodfonds. Nee, wij hebben toch de toelagen met 50% verhoogd. Bijvoorbeeld voor sportverenigingen kwam dat neer op een, dacht een 25.000. Voor jeugdverenigingen geen 10.000, iets minder dan 10.000. Kermessen en evenementen, ondanks bijvoorbeeld carnaval en zo, die niet zijn doorgegaan en waar de mensen al heel wat kosten hebben gemaakt, ook daar hebben wij toch die subsidie uitbetaald. Dat kwam dus wel van de gemeentekas en niet van dat extra bedrag. Oké, misschien dat, ik weet niet, het stond hierbij. Scheepman de Vriend, had je daar ook nog iets aan toe te voegen? Sorry, ik kan dat nu niet zien. Ja, pardon. Moet dit punt samen behandelen of heb je daar niets meer aan toe te voegen dan? Okay. Voor mij is het vooral het tweede luik van Unizo. Ja. Doe maar aan, doe maar. Ja.
Oké. Dus de vraag was of wij als gemeente rekening gehouden hebben met aanbevelingen van Unizo. Dus ik moet zeggen dat wij inderdaad heel wat aanbevelingen van Unizo gevolgd hebben. Of wat wij gedaan hebben die daar zeker in passen. Maar niet alleen van Unizo, maar ook van VOCA. Het is zo dus dat Unizo zich vooral naar het kleinhandelsapparaat heeft toegespitst in deze coronatijden. En VOCA richt zich uiteraard meer naar de grotere ondernemingen. Hun aanbevelingen van VOCA zijn dan eigenlijk meer naar het informatieve en zeer sterk gedetailleerd naar steunmaatregelen die door de hogere overheid aangeboden worden. Nu, als we het concreet over Unizo hebben, heeft Unizo gevraagd om uw dienstverlening naar de ondernemers zeker goed te verzorgen via een ondernemersloket en dergelijke, zodanig dat ondernemers goed terecht kunnen met hun vragen. Dus wat hebben wij eigenlijk gedaan? Onmiddellijk bij de start van de eerste lockdown werd het ondernemersloket versterkt met de ambtenaar mobiliteit. Dus wij kregen opeens een tweespan in die dienst, zodat er steeds iemand bereikbaar was. En ook de nieuwe taken die ontstonden door dus activiteiten die we georganiseerd hebben, zijn dan tussen die twee mensen verdeeld geworden. In die periode zijn ook heel veel mails en oproepen vanuit het ondernemersloket vertrokken naar alle ondernemers en heel specifiek ook verschillende naar handelaars. Met informatie waar we mee bezig waren. En dus die ga ik nu nog wat gaan uitlichten. Dus het tweede element, dus het eerste elementje was het ondernemersloket goed laten draaien. Het tweede van Unizo was van geef lokale steunmaatregelen en verleng ze eventueel voor vertroffen handelaars en horeca. Dus de eerste steunmaatregel die wij hebben gedaan, het is natuurlijk niet allemaal financieel, want je kunt ook op heel wat andere manieren de handelaars gaan steunen. Maar dus de eerste actie was de actie koop lokaal. U herinnert zich waarschijnlijk nog allemaal de mesdoeken met het ventje in de winkelkar gehaald. Op avontuur bij uw lokale handelaar. En dus wij hebben daar eigenlijk een raamaffiche-actie aan vastgehangen, waardoor dat dus de burgers konden cadeaubonnen winnen, dus van de Zedelhemse cadeaubonnen. Er zijn dus 498 burgers die dus zo'n bonnetje in de box zijn komen steken. En dan hebben wij dus 8 weken na elkaar 10 bons uitgeloot, telkens 8 van 10 euro en 2 van 25 euro. Er is een vraag geweest, maar ik denk dat dat dan eerder door Martin was ook, van is daar al een, heb je daar zicht op of die bonnen wel gebruikt worden? Nu, wij gaan dat aanvragen bij Gift2Gift, want dat is nu natuurlijk, we zijn moeten kijken welke nummers zijn er aangekocht door de gemeente in die periode en welke zijn er al terug ingewisseld. Maar dus onze ambtenaren van het loket zal dat dus, heeft dat al gevraagd vandaag aan Gift2Gift en zij zullen zich daar even in verdiepen. Een andere oproep dat we gedaan hebben aan de handelaars was dan uiteraard ook van doe mee aan de cadeaubon. Want wij hadden dus eigenlijk nog niet zoveel handelaars die eigenlijk meededen aan de cadeaubon. En ik moet zeggen, dus er zijn toch zeker een 20-tal handelaars bijgekomen nu die zich ook aangesloten hebben om de cadeaubon te kunnen ontvangen. Wat er ook gedaan geweest is, is dus de cadeaubons die toen lopende waren in maart en die zouden vervallen, die zijn onmiddellijk met 3 maanden verlengd geweest. Dus de mensen zaten dan ook niet opgeschept met een cadeaubon die onmiddellijk zou vervallen. Ondertussen hebben wij ook gezorgd voor de mogelijkheid dat mensen de bon digitaal kunnen aankopen. Dus je kan nu gewoon op onze website een digitale bon kopen, die rolt zo uit je computer en je moet je zelf niet meer verplaatsen naar het gemeentehuis om hem te kopen. We hebben ondertussen ook een beslissing genomen dat eigenlijk de kosten die verbonden zijn aan zo'n cadeaubon, dat wij dat als gemeente betalen en op ons nemen. Het is zo dus, als een handelaar zo'n bon wilde valideren, dat hij daar 15 cent kosten op had. Dus wij nemen nu die 15 cent op ons. En ook de digitale cadeaubon, daar was een kost van 1 euro op die ontwikkeling ervan. En 10 cent om hem te activeren. En ook dat nemen wij nu als gemeente volledig op ons.
Dan hadden we als volgende actie de actie Zomer in West-Vlaanderen, het provincieproject, waar we onmiddellijk ons karretje hebben aangehangen. Dus wij hebben ook terug een, we hebben eigenlijk alle handelaars en horecazaken, dat zijn er ongeveer een 300-tal, uitgenodigd om dus 3 bonnen van 10 euro aan te maken. Wij hebben dus eigenlijk de template in hun box laten glijden. Dus zij hadden maar dat in te vullen en zij kregen eigenlijk onmiddellijk 30 euro betaald, onmiddellijk. Dus een maandje of twee later geweest natuurlijk, tegen dat alles rond was. Maar dus, zij kregen die 30 euro zuiver op hun rekening. En die bonnetjes werden dan uitgedeeld aan de organisaties en de verenigingen die dus acties hebben ondernomen in het kader van Ik Zomer West-Vlaams. Dus voor hen, voor die verenigingen en organisatoren was dat een dankbaar geschenk dat ze eigenlijk al een prijzenpot hadden om hun activiteiten dus dan ergens een meerwaarde te kunnen geven dat ze met een prijzenpot konden werken. Van die 300-tal handelaars zijn er 106 handelaars die daaraan meegedaan hebben. Een derde, ik vond dat eigenlijk persoonlijk weinig. Maar ja, dus ik zeg altijd, zij die meedoen zijn altijd de winnaars geweest. Nu, ondertussen, wat is er gebeurd? We zitten in die tweede lockdown. De meeste van die handelaars hadden een einddatum van 31 december erop geplaatst. Natuurlijk, veel van die handelaars die zijn nu terug in een tweede sluiting. Wij hebben hen dus nu een oproep gedaan van, kijk mensen, wij weten dat jullie daar een einddatum op gezet hebben van 31 december. Wees soepel met die einddatum, want je kunt er alleen maar wel bij varen. Je mag dat gerust zelf verlengen. Want uiteraard, als iemand komt met een bon van 10 euro... en de mensen verkopen voor 40 euro, ja, dan is dat natuurlijk 30 euro winst. Dus ik zou ook die bond nog een beetje verder aanvaarden om nog maar een beetje meer er te kunnen uithalen. Hè. Onze volgende is dan de horecabon geweest. Dus ieder gezin die een horecabon gekregen heeft. Nu natuurlijk ook terug pech, tweede lockdown, tweede sluiting. Maar een aanbeveling van Unizo is dus van... die bonds die de gemeenten hebben uitgegeven, gelijk hoop, van deze te verlengen. En dus u heeft ook allemaal ondertussen wel vernomen dat die horecabon zal verlengd worden met de periode waarin dat de horeca nu een tweede sluiting verplicht is. Dus dat zal een heel eindje dan nog in 2021 wel geldig zijn. Dan hebben we nog de bonnenkrant. Dus de bonnenkrant kon men gratis in adverteren. Eigenlijk wat men gaf als korting kon men zelf kiezen. Dat lag volledig in de handen van de handelaars. Dat was eigenlijk een lokmiddel om iemand over hun drempel te krijgen. Ook weer terug van de 300 mensen die zijn aangeschreven, zijn er ongeveer 80 deelnemers geweest in de bonnenkrant. Dan hebben we voor de horeca ook de terrassen laten uitbreiden op het openbaar domein. Dus vanaf het moment dat er 1,5 meter tussen de tafels moest zijn, kon men eventueel in samenspraak met de gemeente, zonder dat er een vergunning nodig is, kon men dus een stukje van het openbaar domein innemen met tafels. Dan hebben we onze economische studie die nog altijd lopende is. Natuurlijk hebben we daar ook een beetje pech omdat nu die stuurgroep en die werkgroep moet samenkomen, maar omwille van corona dat dus niet kan. Maar ondertussen was dus wel de bevraging lopende en ook voor de bevraging hebben we eigenlijk om mensen te stimuleren om ze in te vullen terug Zedelhemse cadeaubonnen gegeven en dat is toch ook een waarde van 1.000 euro die daaraan gegeven geweest is. Dan in het kader van de buurtfeesten, dus dat is eerder dan een link naar het sociale, maar ook daar is er een extra gegeven aan de buurtfeesten van 125 euro in Zedelhemse cadeaubonnen. Ook het consumptiebudget van de sociale dienst, dus is ook weer in vorm van cadeaubonnen. Dus dat is toch allemaal geld die kan terugvloeien ook naar onze lokale ondernemers. Of zeker toch de handelaars. Nu, wat gebeurt er nu in de toekomst of in de nabije toekomst? Het verlengde van die actie van die meshdoeken. Er zullen dus nieuwe meshdoeken nu komen met
koop lokaal, ook met kerst. Nu, de mensen die al hun zegelmagazine hebben kunnen doorbladeren, hebben waarschijnlijk terug dat ventje gezien van de eerste actie. Maar nu heeft hij een zak op zijn rug in een vorm van een kerstboom. Dus daar zal nu ook terug wat rugbaarheid aan gegeven worden. Ondertussen, in samenwerking met de provincie, loopt ook de campagne Koop Lokaal, hashtag digitaal, ook digitaal. En op die manier gaan wij dus terug ook weer stimuleren via website, via Facebook en dergelijke, om ook digitaal te durven kopen bij onze lokale handelaars. En wat hebben we dan nog gedaan voor onze handelaars? Er is een webinar die deze week gestart is, eigenlijk 8 webinars, gratis voor handelaars die willen hun zaak online krijgen. Want dus een webshop of online verkopen, ja, dat is een nieuw systeem, dat is als je dat niet gewoon bent. En dus er gaan verschillende webinars door en volgens het thema dat men geeft, kan men eigenlijk gaan inschrijven. Dus wij hebben ook alle handelaars daarvan verwittigd dat dat kon gevolgd worden. En ik moet zeggen, ik heb al verschillende reacties gekregen van handelaars, dat ze blij waren dat ze dat gekregen hebben, dus dat ze dat eigenlijk al aan het volgen zijn. Dan hebben we een derde aanbeveling van Unizo gekregen van betrek uw handelaars als er activiteiten zijn in uw stad of in uw gemeente. Wel, dus eigenlijk het project Ik Zomer West-Vlaams hebben wij natuurlijk dus dan gekoppeld ook aan de handelaars voor die bonnen. Maar dan in oktober was het de maand van geestelijke gezondheid. Ik weet niet of je erop gelet hebt, maar ik hoop het van wel. Dat dus de spreuken die op de etalages gezet werden voor de maand van geestelijke gezondheid. Dus dat is in samenwerking geweest met de handelaars. En eigenlijk, als je zo'n spreuk ziet staan, dan ja, ben je geneigd om dat te gaan lezen. En ondertussen kijk je misschien ook nog een keer in de etalage. Hè? En dan hebben wij ook heel wat aandacht gegeven aan de heropstart van de wekelijkse markt. Dan het vierde puntje van Unizo is steun het winkelieren en geef als lokaal bestuur zelf het goede voorbeeld. Ja, uiteraard proberen wij dat zo goed als mogelijk ook altijd te doen. Dan een vijfde aanbeveling was blijf hameren op de algemene voorzorgsmaatregelen van de overheid. Ik denk dat wij dat eigenlijk ook voortdurend doen als gemeente. We kennen het allemaal al, social distancing, handen wassen, mondmasker, thuisblijven als je ziek wordt en dergelijke. Dus ik denk dat dat inderdaad ook voldoende herhaald wordt door de gemeente. Een ander iets was, dus als zesde aanbeveling, blijf investeren in communicatie. Ik denk dat dus de coronaknop een heel goed werkmiddel geweest is op onze website. En ook onder die coronaknop stond er eigenlijk een knop voor handelaars en ondernemers. Wat was er daar eigenlijk op te vinden? Telkens er aanpassingen waren in de wetgeving over wat mag ik verkopen, wat niet, moet ik dicht, moet ik niet dicht en dergelijke. Dus kon dat allemaal daarop gevonden worden. Dan ook een link naar de steunmaatregelen van de federale overheid, dus het Fonds Economie. Ook de link naar de steunmaatregelen van de Vlaamse overheid, Vlaio. Dan ook de link naar de steunmaatregelen van Westtour voor onze toerismebedrijven. Ook een link naar de landbouworganisaties. Een link naar Unizo, een link naar VOCA. Een link naar Diesel voor ondernemingen die in problemen en moeilijkheden komen. En dan ook de lijst van de handelaars die open waren, als ook de handelaars die leveringen deden aan huis of bij wie je producten kon afhalen. Ik moet wel ook nog zeggen, de linken naar Fot Economie en Vlaio en Steun de Horeca, die hebben zelfs nog op de rechterpagina, nog de relevante pagina's, nog een keer een snelknop, waardoor dat burgers dat ook zeker snel konden gaan, of ondernemers die het nodig hadden natuurlijk, snel konden gaan aanvinken. Ook via de Facebook is er uiteraard heel wat aandacht gegeven geweest naar de handelaars. Hè. Dan een zevende puntje is promoot vooral wat wel nog kan, zoals takeaway, en versterk de initiatieven van handelaars en horecaondernemers. Dus dat is iets wat ze nu zeker gelanceerd hebben met de tweede lockdown. Ook wij zijn daar direct opgesprongen. Wij hebben dus die lijst op de website, dus de lijst van de handelaars, hebben wij eigenlijk terug up-to-date gezet, maar in plaats dat we nu de nadruk gaven op de handelszaken die open zijn, hebben we nu de nadruk gelegd op de handelszaken die afhaaldiensten organiseren of die leveren aan huis.
met de speciale knop nu van Steun de Horeca, waarin al onze horecabedrijven of handelaars, of horecazaken, zal het zo noemen, ook nog een keer een speciale mail gekregen hebben van ons. Van kijk mensen, doe je takeaway alsjeblieft, zet u daarop. Het is allemaal gratis en er zijn er toch wel een heel deel die dat gedaan hebben. Een andere punt is ook een aanbeveling van blijf investering in beleving en sfeer. Hè. Nu, dat is eerder iets misschien ook voor hele grote steden, want maar langs de andere kant, wij hebben nu ook proberen al een beetje sfeer te maken. Onze kerstverlichting is dus ook al aan op alle dorpskernen. Een andere aanbeveling is, organiseer alternatieve activiteiten, wandelingen, zoektochten die coronaproof zijn. Dus ik denk dat wij daar heel goed ons karretje opgehangen hebben aan Ikzomer West-Vlaams en dus het initiatief meegegeven hebben aan de organisatoren dan. Een volgend punt is van, denk eraan, december is de winkel hier maand. Hè? Wel, dus ik heb het eigenlijk al gezegd, we gaan dus terug met onze meshdoeken aan de slag. Hè? En ook dus koop lokaal, hashtag digitaal. Een elfde aanbeveling van Unizo was probeer lokale ondernemersbelastingen op te schorten, uit te stellen of af te voeren. Het eerste wat wij gedaan hebben, is eigenlijk de marktkramers. Dus zij hebben niet moeten betalen voor de weken dat zij de standplaats niet konden innemen. Dus nu ook nog. Bijvoorbeeld kledij mag niet op de markt. Dus ook daar zullen wij nu voor de tweede lockdown niet aanrekenen voor de weken dat men er niet kan staan. De belastingen op reclamedrukwerk en taxibedrijven, die werd uitgesteld. Dus die zijn eigenlijk maar nu in het najaar verstuurd geweest. Dan ook het informatieformulier voor de belastingen op de bedrijven werd in plaats van in het voorjaar pas begin oktober verstuurd. Dat is dus nu volop lopende en de incohering zal eigenlijk pas begin december starten. En voor bedrijven die problemen hebben voor hun ondernemersbelastingbetaal zijn altijd afbetalingsplannen mogelijk. Alhoewel, als we weten dat 96% van onze bedrijven €65 betaald, hetzelfde als vroeger de milieubelasting, denken wij dat dat niet zo dramatisch zal zijn. Ik weet dat er in heel wat gemeenten uitgepakt wordt van afschaffen van belastingen, we hebben ze afgeschaft, hè? Maar ik heb nog een keer nagegaan welke belastingen dat dan zijn. Toerismebelasting, die hebben wij niet eens. Terrassenbelasting, die hebben wij niet eens. Stoepbordtaksen, dat hebben wij niet. Uithangbordtaksen, dat hebben wij niet. Parkeergeld om te gaan winkelen, dat vragen wij niet aan de mensen. Hè? Dus eigenlijk, dat zijn allemaal dingen die zelfs bij ons niet eens bestaan. Dus zijn wij misschien toch nog redelijk bedrijfsvriendelijk wat de belastingen betreft. Dan het 12e puntje is schrap geen investeringen. Wel, dus in Zevenhem, investeringen die gaan gewoon door zoals gepland. Een volgende aanbeveling is voer geplande openbare werken uit zoals gepland. Dus dat doen wij ook, die liggen niet stil. Blijf grote projecten ambiëren, dat doen wij ook. Dus wij blijven verder werken aan onze grote projecten en we hebben nog veel meer ambities dan dat we budget hebben. Dus die ambitie is zeker niet weg. Dan een aanbeveling over de kernversterking. Blijf deze ook voor ogen houden. Dus dat is eigenlijk wel een groot onderdeel ook van onze economische studie, die nu natuurlijk ook even een klein beetje stil ligt. Het aanbestedingsbeleid is ook een punt van Unizo. Uiteraard koop zoveel mogelijk lokaal, regionaal en betaal de facturen meteen. Dus iedereen weet dat dat ook een van mijn stokpaardjes is naar de financiële dienst, om dus zo snel mogelijk facturen te betalen. En het aanbestedingsbeleid, dus daar proberen we ook altijd op te letten, dat als het kan hier gevonden worden, dat zoveel mogelijk te doen, is het hier niet dan toch regionaal. Hè? Dan 17e punt is faciliteer opleiding, coaching en begeleiding van ondernemers. Wel, dus wij kregen heel wat mails van organisaties die opleidingen of coaching gaven. Dus bijvoorbeeld die webinars over hoe zet ik nu mijn zaak online. Wel, wij sturen dat eigenlijk volledig door naar alle ondernemingen. Waarbij dat we soms een keer dachten van zijn we nu niet aan overshooting aan het doen. Maar ik denk, je kunt het dan maar aanbieden. Wie
niet schoentje past, ik kan het aantrekken. En dan is er ook een vraag over de toekomst van Uniso. Van, geef doorstartmogelijkheden, maak budget vrij en denk er ook aan dat de lokale economie nog boost zal nodig hebben na de coronasluitingen. Dus ik zou graag dan terug samenkomen met de handelaars om opnieuw hun nieuwe noden te kennen. Want wat ik nu wel heb begrepen is van... Het is nodig met hen samen te werken, want nu zijn dat vooral acties die van, wel ook in samenspraak met hen, maar die vooral door ons getrokken geweest zijn. Maar ik denk als het vanuit de buik van de ondernemers en de handelaarsverenigingen komt, dat we daar eigenlijk nog veel meer kunnen mee gaan doen. Het stond ook nog in het relanceplan om de Zedelhemse ondernemingen aan te schrijven, om hen te stimuleren voor hun personeel het eindejaarsgeschenk in Zedelhemse cadeaubonnen te geven. Of ook voor huwelijken, bijvoorbeeld verjaardagen van personeel, geboortecadeaus. Dus dat ze ook aan die cadeaubonnen van ons zouden denken. Dat is dus nu iets dat ook nog op de planning staat. Dan de rest was eigenlijk eerder voor Martin haar vraag. Ik zal daar straks dan op terugkomen. Dus ik denk alles wat we maken met Uniso, dat dat vrij stevig ingevuld is. Oké, inderdaad, Anne, heel stevig gevuld. Bedankt voor de grondige toelichting. Maar ik zie dan Martin ondertussen ook haar hand omhoog heeft gestoken. De Groenfractie ook enkele vragen rond het relatieplan. Dus misschien dat we die er meteen bij nemen. Martin, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Dag iedereen. Ik wil eigenlijk eerst inpikken op de vraag van Anne. Ja, Schepen Anne, u hebt een hele grote uitleg gegeven. Maar eigenlijk bent u een beetje weggefietst van de oorspronkelijke vraag van collega Anne Patijn, want die vroeg eigenlijk wat er met het geld gebeurd is. U hebt een heel deel zaken opgenoemd, die weliswaar heel positief zijn en die heel correct gebeurd zijn. Maar de vraag was wel van wat is er met het geld gebeurd. En een van de opmerkingen die collega Anne daar net ook gezegd heeft, was van ja, we maken ons een beetje zorgen of het geld wel bij de juiste mensen terechtgekomen is. Ook wij vanuit de Groenfractie hebben dat in onze vraagstelling vermeld. En daarom wil ik eigenlijk terugkeren naar het antwoord van Schepen Dirk. U zegt, ja, wij hebben maatregelen genomen. Wij gaan dingen aankopen die eigenlijk onze hele maatschappij of onze hele samenleving ten goede komt. U verwijst daarmee naar het podium dat aangekocht zal worden voor inderdaad 80.000 euro. Ja, het kan wel zijn dat heel wat verenigingen daar akkoord mee zijn of dat heel wat verenigingen daar blij mee zijn. Maar het geld dat vanuit de overheid voorzien was om een relanceplan naar aanleiding van COVID op te stellen, was niet bedoeld om ons als gemeente te gaan verrijken. Want dit is ons als gemeente verrijken. We gaan onszelf met dat geld meer middelen aanschaffen. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling was voor organisaties te organiseren, te ondersteunen. De bedoeling van dat geld was om specifiek te gaan kijken of er verenigingen waren waar jeugd bij betrokken waren, over mensen waren vanuit de cultuursector die in grote nood zaten en of we daar inderdaad konden tussenkomsten doen. Collega Anne Patijn heeft volledig gelijk. Toen wij met de fractieleiders samengekomen zijn, hebben wij een zware discussie gevoerd. En ik denk dat ik dat mag zeggen, want ik was daar een van de voortrekkers in. We hebben een zware discussie gevoerd wat er met het geld moest gebeuren, specifiek voor de cultuursector. En we hebben niet afgesproken dat er een podium van 80.000 euro ging gekocht worden. We hebben effectief een pleidooi gehouden om te gaan zoeken of er in onze gemeente mensen waren uit de cultuursector die niet meer aan de bak kwamen. Want dit zijn wel heel grote slachtoffers van heel die COVID-affaire. Mensen uit de cultuursector konden niet of kunnen niet terugvallen op tijdelijke werkloosheid of krijgen geen steunmaatregelen. Dus wij hebben eigenlijk een pleidooi gehouden, en samen met collega Anne, want ze heeft op die fractievergadering onze vraag ook ondersteund, hebben wij een pleidooi gehouden om te gaan zoeken naar die mensen, naar die verenigingen die effectief in nood waren. En daar moet volgens ons toch het geld naartoe gaan. Het is niet de bedoeling dat wij ons als gemeente gaan verrijken als wij een podium nodig hebben en als we daar
eigenlijk willen een aanschaffen, dan moeten wij andere middelen gebruiken dan deze die vanuit de overheid specifiek bedoeld zijn als steunmaatregelen. Oké, dank u wel, Martin. Ik weet niet of dat Anna of Dirk nog hier wel op antwoorden in verband met die budget, die misschien aan. Ja, ja. Misschien. Geef maar anders eerst Dirk, Schepen Dirk. Oké, Martin, bedankt voor je vraag. Dus de bedoeling was eigenlijk van de lokale verenigingen en het verenigingsleven te ondersteunen. Ik zie dat eigenlijk helemaal niet als een verrijking voor de gemeente, maar wel een verrijking voor de verenigingen. Ik zie dit als een indirecte ondersteuning van eigenlijk, eens bijvoorbeeld van dat podium, eens dat podium hebben, als we dat hebben, zal er nog inzet moeten zijn vanuit de gemeente en personeel voor het leveren en plaatsen van dat podium. En ik wil eigenlijk nog meegeven dat de overheid nooit iets heeft opgelegd hoe je dit bedrag precies moet spenderen. Dat was aan de gemeente om dit te verdelen, dacht ik. En, Schepen, voorzitter, mag ik het woord? Want ik kan ze eraf niet tijd. Schepen, doe maar, Martin. Schepen, ik ga hier u bij deze toch echt wel nadrukkelijk tegenspreken. Er is een pot geld vrijgemaakt tijdens de eerste coronaproef. Dus het moment dat wij ons relanceplan opgesteld hebben. Er is een pot vrijgemaakt die specifiek bedoeld was om steun te geven aan sport, cultuur, jeugd. En en passant is daar ook landbouw bijgekomen. Er is heel specifiek omschreven geweest dat dat geld bedoeld was om verenigingen en individuen die in nood zaten te ondersteunen. Dat is iets anders, nogmaals, dat is iets anders dan dat wij ons geld nu gaan inzetten om als gemeente een podium te gaan kopen. En het zal wel zijn dat dat uiteindelijk ten goede gaat komen van onze verenigingen, maar dat was niet de bedoeling van het geld dat vrijgemaakt is vanuit het noodfonds. Trouwens, u zegt van dit komt de vereniging ten goede. Ja, oké, dit komt de vereniging ten goede. En ik ga ervan uit dat nu, in de tijden van corona, ze hebben het eigenlijk nu niet nodig. He. Er is geen mens die nu iets mag organiseren. Dus ik ga ervan uit, na corona, het is verkocht met centen als steunmaatregel van corona, na corona zal dit gratis ter beschikking moeten gesteld worden van de vereniging. Want ik zou het eigenlijk helemaal niet fair vinden, moest er dan ook nog een keer huurgeld moeten betaald worden. Ja. Oké, Martin. Ja, bepaalde dingen zijn rechtstreeks gestort naar de verenigingen en andere zijn dan onrechtstreeks, ja, naar mijn mening, toch ten voordele van het verenigingsleven. En ook individuen gaan die vraag kunnen richten naar de gemeente. Dat is niet alleen uit jeugd, maar ook uit cultuur en sport. Zullen die infrastructuur en ook dat beachterreintje dat we gaan aanleggen, die ook al goedgekeurd is, onrechtstreeks zullen die ook kunnen gebruik maken van die nieuwe infrastructuur. Dat is mijn mening dan. Ja, dan verschillen we daar jammer genoeg van mening voor. Over. Ik wil toch wel aan collega Anne Patijn gelijk geven. Die discussie is ter degen gevoerd en het was geen akkoord met de fractieleiders. Wij stonden daar zeker niet allemaal achter. Dat was geen unanieme beslissing om het geld te spenderen aan een peperduur podium. Voorzitter, mag ik ondertussen, want er stonden in onze vraag nog andere dingen. Ik weet niet of ik daar nu moet ingaan of straks. Ja, ik denk dat er eigenlijk nog... ik heb juist de vraag nog even overloopt, Martin. Nog een stukje was rond de landbouw die nog niet beantwoord was. Ja. Ik ga even naar mijn document gaan. Ja, we hadden inderdaad een stuk dezelfde vraagstelling als de collega's van de N-VA. Dus wat er met het geld gebeurd was, maar we hadden ook wel een aantal specifieke vragen en voorstellen eigenlijk. Specifiek naar de landbouw toe is er heel veel gebeurd. Schepen aan de Vriend heeft het al vermeld. Er is heel veel gebeurd om de lokale landbouw te gaan promoten en ook om burgers aan te zetten
om bij die lokale landbouwer te gaan kopen, om de korte ketenkoop eigenlijk te promoten. Wij hebben wat vragen eigenlijk rond de situatie van de lokale landbouwers nu. Hebben wij er bij de gemeente zicht op of er effectief landbouwers zijn die door corona heel zwaar in de moeilijkheden gekomen zijn en hun bedrijf moeten stopzetten? Of die op een of andere manier extra steun gevraagd hebben bij de gemeente? En dan hebben wij ook nog de vraag of er bij de gemeente nagedacht wordt, of bij het beleid, bij het Schepencollege nagedacht wordt, over andere vormen van ondersteuning. Want nu is het inderdaad vooral gegaan naar promotievoeren, maar je zou ook kunnen overgaan tot bijvoorbeeld nieuwe vormen van subsidie. Ik verwijs bijvoorbeeld naar Stad Gent, de ruime stad, de ruime regio Gent, waar men een subsidie ingevoerd heeft voor landbouwers die mede door de gevolgen van corona eigenlijk een andere weg willen inslaan. En die het kleinschaliger, maar ook duurzamer willen gaan doen. Denkt ons beleid in de richting van een nieuwe vorm van subsidie of nieuwe maatregelen om onze landbouwers effectief te gaan ondersteunen met geld of met een soort van premie? En ik dacht, voorzitter, als ik nog even door mijn voorbereiding, die ik jullie ook toegestuurd heb, scroll, dat we ook specifiek naar de vereniging toe nog een extra vraag hadden. Ook daar is er al heel veel gebeurd. Er is inderdaad beslist om de werkingssubsidie te verhogen of toch nog extra toe te kennen. Maar het is ook het moment van het jaar, november, december, waarop heel veel verenigingen en organisaties eigenlijk zorgen dat ze extra middelen in hun portemonnee krijgen door bijvoorbeeld een koekjesverkoop te organiseren of een eetfestijn te organiseren of huis aan huis verkopen te doen. Dit kan allemaal door corona momenteel niet doorgaan. Er zijn heel veel verenigingen die op zich kijken om dat coronaproef toch te laten doorgaan, maar dan hebben ze eigenlijk al een ruimte nodig, dan hebben ze tafels nodig, dan hebben ze een gebouw nodig waar dan ze dit kunnen doen. Een aantal van die verenigingen, en dan denk ik opnieuw specifiek aan jeugd en mensen uit de cultuursector, die hebben die gebouwen en die middelen niet. Onze vraag is, specifiek naar het beleid toe, is het mogelijk om voor organisaties of verenigingen die zoiets willen organiseren, een gemeentelijk afhaalpunt ter beschikking te stellen? Ik denk zelf heel concreet bijvoorbeeld aan de Luifel onder het gemeentehuis. Dat is een heel grote overdekte ruimte waar dat je eigenlijk perfect tafels kunt zetten, waar dat je in open lucht, waar dat ook al direct voor de nodige ventilatie kan gezorgd worden, waar dat je ook een stuk de sociale controle behoudt of alles inderdaad wel volgens de gestelde maatregelen verloopt. Is daar nood aan in onze gemeente? Denkt men eraan om zo'n punt te gaan ter beschikking stellen? Een aantal vragen die we in de marge van het relanceplan toch wel hadden. Oké, dankjewel Martin. Ik geef eerst het woord aan Schepender Vragen rond de vraag van de verenigingen. Martin, wij als college hebben inderdaad even goed gedacht aan de vraag dat jij stelt voor eventueel ruimte ter beschikking te stellen. Toen hebben wij dat overlegd en eindelijk stel je voor dat iemand van Lophem of Aardrijke een vereniging iets organiseert en je stelt een locatie ter beschikking of een afhaalpunt. Zal iemand van Lophem of Aardrijke niet direct 3-4 kilometer rijden om zijn koekjes te gaan afhalen aan de Braambeer of aan de Luifel? Maar wij staan zeker open. Wat hebben we dan beslist? Dus van het moment dat een vereniging, de dienst evenementen is daar ook van ingelegd, van het moment dat een vereniging die vraag zal stellen, gaan wij dan samen met de dienst mobiliteit kijken voor een locatie ter beschikking te stellen. Maar zomaar zeggen, in Groot-Zedelgem gaan één locatie ter beschikking stellen voor een gemeente die zo uitgestrekt is, gaan we niet direct doen. Maar wij vinden deze eigenlijk even belangrijk zoals jij dat vindt.
Dus dat kan in orde komen van het moment dat een vereniging een vraag richt aan de dienst evenementen. Maar ja. Het is ook inderdaad een heel goed idee. Ja, ik ben blij dat u daar voor open staat. Maar mag ik dan vragen om dit ook kenbaar te maken? Want u zegt van ja, zodra er een vraag komt van de vereniging, we zouden het zelf ook kunnen kenbaar maken door op de site van Zedelhem effectief kenbaar te maken dan dat we bereid zijn dit te doen. Oké, Martin, dat is pas in het college gekomen en ik heb de dienst evenementen daarvan inlicht. Denk daar even over na, tegen maandag of zo, hoe wij de verenigingen daar kunnen over inlichten. Dat is ondertussen al gebeurd. Oké, dank u wel. Dank u wel, Dirk. Dan gaan we het nog eventjes over naar Schepen aan de Zee om een antwoord te bieden op de vraag rond landbouw. Maar misschien als ik nog mag even terugkeren. Martin zegt dat ik niet echt geantwoord heb op de vraag van Anne-Patien. Ik weet dat eigenlijk niet zo, want daar stond toch letterlijk Unizo heeft alle meten adviezen gestuurd. Huppel de pup. En dan aan wat wordt er hier hem voorzien? Dus ik heb toch alle maatregelen van Unizo overlopen en toch gekoppeld aan wat wij allemaal gedaan hebben. Dat ik misschien niet zoveel cijfers heb gegeven. Als u dat wil, ja. Dus dan kan ik dat eigenlijk ook geven. Op dit moment hebben wij eigenlijk aan de lokale economie €13.377. En moet nog die €1000 bonnen voor die bevraging erbij doen. Dus wij hebben ongeveer €14.500 uitgegeven. Ik zou ook kunnen zeggen die €3.150 van die bonnen van Zomer West-Vlaanderen. Maar natuurlijk komt van de provincie, dus dat is niet vanuit ons gekomen. Maar de grootste brok moet eigenlijk nog afkomen, en dat zijn die horecabonnen. Dus voorlopig hebben wij nog maar €1810 aan horecabonnen teruggekregen. Maar ik hoor van heel veel horecazaken, wij gaan dat in één keer doen. Hoor, men er al een hele hoop liggen, maar we gaan dat in één keer doen dan voor onze betaling. Dus ik heb daar nog niet echt zicht op, dus wij gaan die cijfers dan ook maar achteraf kunnen geven. Goed, dan de landbouw, Martin. Ik heb mijn oor een keer te luisteren gelegd. Het is ook wel zo dat wij de korte ketenbedrijven ook allemaal hebben opgezocht bij het begin van de eerste lockdown, zodanig dat die mensen echt ook konden meegenomen worden in het verhaal van de bonnenkrant, van de bonnetjes van €10. Dus zij konden eigenlijk net als alle andere handelaars meegenieten. En dus hebben wij toch ook zeker voor die korte ketenzaken onze promotie gevoerd. Nu zijn er landbouwbedrijven die in problemen gekomen zijn. Dus tot nu toe weten wij nog niet van geen enkele op Zedelhems grondgebied. Maar dat wil niet zeggen dat er geen zijn die het moeilijk hebben nu. Ik heb wel gehoord van mensen die zo met die specifieke producten zitten, die leveren aan horeca. Bijvoorbeeld die speciale salades en dergelijke. Dus die zijn eigenlijk hun afzetmarkten kwijt naar de horeca. Maar er werd mij dan ook gezegd van eigenlijk de landbouw die werkt niet van jaar op jaar. Een landbouwer die werkt eigenlijk in een financieel plan op jaren. Want zij kunnen mislukte oogsten hebben, ze kunnen goede oogsten hebben. Dus voor hen zit dat eigenlijk daar wel een beetje in gecalculeerd op lange termijn, dat ze slechte jaren kunnen hebben. Nu, natuurlijk is dat dan door een slechte oogst, of dat is nu door de COVID. Dat is natuurlijk een extra tegenslag die niet kan ingehaald worden. Maar dus er echt door in de problemen komen en willen veranderen van concept of zo, dus hebben wij nog van geen enkele tot op heden gehoord. Nu, het is ook wel zo, men heeft mij ook verteld, een landbouwbedrijf gaan omschakelen naar iets anders, dat is niet zo simpel. Dus gewassen zomaar wijzen, als we gewoon zijn van bloemkolen en prei, en opeens ga je naar andere dingen die in de grond moeten. Worteltjes bijvoorbeeld, zal maar iets noemen. Dus dat gaat zomaar niet. Ook de basis van de grond. Dus dat is ook heel belangrijk. Het ene groeit hierin goed en de samenstelling van die grond is belangrijk. Dus andere bedrijven dan bijvoorbeeld die eerder in het dierenrijk zitten, zullen we maar zeggen. Dus iemand die melkkoeien heeft en dergelijke. Ja, die melkkoe of die koeistallen, die kunnen niet zomaar opeens omgevormd worden naar ga ik nu in varkens beginnen of ga ik in kippen beginnen? Dat zijn allemaal dingen, die omschakelingen, die zijn niet zo eenvoudig. Nu,
Er zijn wel organisaties waardoor ze gesteund worden, nee? Dus DLV bijvoorbeeld, dat zijn consultancybedrijven, Inagro, dat doet ook heel veel voor de landbouw, de provincie. Dus die steunen die landbouwers dan echt wel, die willen omschakelen en die vinden dan ook wel de nodige subsidiekanalen voor die mensen. Ik had toen ook zo inderdaad het idee van, ja, mocht er een landbouwer willen een korte ketenwinkel oprichten of zo. Dus dat kunnen wij inderdaad wel steunen, maar wij moeten daar ook mee opletten. Want wij kunnen ook bijvoorbeeld gewone handelaars hebben die een totaal nieuwe weg willen inslaan. Dus van de horeca weet ik al zeker één die gestopt is. Maar ik hoor ook horeca mensen zeggen van, ik weet niet of ik daar nog ga in voortdoen. Ik wijs dat ik iets anders ga zoeken. Dus wat ga je dan doen met andere handelaars die zich ook naar een ander sector of segment willen gaan richten? Wat doe je dan met starters bijvoorbeeld? Want er kunnen mensen zijn die willen starten met een zaak. Zie je, dus dat is eigenlijk wel iets dat je heel goed moet gaan bedenken en waar je niet met over één nacht ijs kan gaan om zomaar te zeggen, we gaan daar een subsidie voor geven. Specifiek voor landbouw worden er heel veel subsidies ook gegeven. Vlaams Instituut voor de Landbouw heeft bijvoorbeeld ook subsidies voor die landbouwbedrijven die een korte ketenwinkel willen opzetten. Maar wij kunnen dat dan niet meer subsidiëren, want er is nooit geen dubbele subsidiëring toegestaan voor hetzelfde. Dus als er al gefinancierd wordt van een bepaalde overheid, mag een andere overheid dan niet nog een keer gaan subsidiëren. Dus dat zijn dingen die allemaal heel goed moeten bedacht en bekeken worden. Maar dus op het moment vandaag hebben we dat nog niet gedaan. Maar ik geloof wel dat het heel belangrijk is om die korte ketenbedrijven te gaan promoten. Dus ook bijvoorbeeld de thema's van de dienst welzijn. Er zal er ook een thema in zitten in een maand over gezonde voeding. Dat is dus in plaats van de week van de korte keten te nemen, dat is zeker ook een maand waarin dat we die korte ketenwinkels kunnen meenemen in het verhaal om hen nog een keer terug in de kijker te plaatsen. Ook gaan laten weten dat ze dus zich kunnen inschrijven voor 100% West-Vlaams. Hoeven, troeven, proeven, ons samenwerkingsboekje met andere gemeenten en dergelijke. Want ik heb de indruk dat ze dat inderdaad allemaal nog niet zo goed weten. Dus ik zou eerder liever die mensen zo ondersteunen dat ze hun verkoopkanalen ontdekken. Want van hun verkoop is een omzet en vanuit hun omzet komt hopelijk zijn winst. Dus ik denk eerder dan in die richting. Zeker, dank u voor uw heel lange uitleg. Maar ik denk dat u mij een klein beetje misbegrepen hebt. ja, het is niet de bedoeling om het voorstel om eventueel mensen te gaan ondersteunen en een subsidie of een premie te geven, bedoelen wij zeker niet. Dat staat al letterlijk in uw tekst. Mag ik uitleggen wat ik bedoel? Wij bedoelen zeker niet de omschakeling van de ene sector naar een andere sector. Wij willen niet dat iemand die bloemkool kweekt, dat die om een keer zou omschakelen naar varkens kweken. Of iemand die koeien kweekt, dat die om een keer kippen zou kweken. Onze bedoeling is van mensen die eigenlijk nu groothandel zijn. Ik denk aan Ceres die groothandel zijn en die eigenlijk alleen maar leveren aan winkels of zo. Maar die willen de omschakeling maken naar een dichtere verkoop. Die willen de omschakeling maken naar effectief die korte keten. Het is niet onze vraag voor mensen die naar een heel andere sector willen omschakelen, dat je die gaat extra ondersteunen. Het is voor mensen die zich bijvoorbeeld altijd gericht hebben als groothandel naar een tussenbedrijf leveren, waar dan de burgers kunnen gaan kopen. Als die groothandel of die landbouwers die in de problemen komen als groothandel, als die willen overschakelen en een of andere maatregel gaan treffen om lokaal zelf binnen de korte keten te verkopen. Het is eigenlijk dat dat wij bedoelen. En toen volg ik wel hetgene dat je op het einde van je voorstellen gedaan hebt van we willen die korte keten promoten en daar zitten we dan op dezelfde lijn van. En, ja, die mensen moeten dan inderdaad wel ondersteund worden. Ja, Martin,
ik heb het toch duidelijk gezegd, als dus een landbouw- of een tuinbouwbedrijf zich wil richten ook naar dat korte ketenverhaal, dat zij wel duidelijk gesubsidieerd worden vanuit het Vlaams Instituut voor Land- en Tuinbouw en Visserij ook, maar dat hebben we hier niet. Dus dat bestaat. Dus zij kunnen daar eigenlijk terecht en gaan dus van daaruit ondersteund worden. En het feit dat er al een overheid is die hen dan al subsidieert of steunt, kunnen wij als gemeente geen subsidie niet meer geven. Dat is niet toegelaten. Versta je? Dan ga ik toch wel een keer grondig onderzoeken of dat wettelijk klopt. Want er zijn... Er zijn gemeenten waar het wel gebeurt. Er zijn steden en gemeenten waar dat die subsidie wel bestaat en waar dat die wel toegepast wordt. Ik zal dan een keer moeten onderzoeken ook welke dat is, want dat is het verhaal dat aan mij is verteld. Dus ik kan ook maar zeggen wat dat ik weet natuurlijk. Hè. Ja, oké. Ik stel voor dat we dit punt hier nu afsluiten. Ik zag dat Anne ook wel nog een vraagje had. Raadslid Anne Patin. Je micro. Ik had gewoon graag nog een keer opgemerkt dat ik vind dat als maar 1/3 van het bedrag dat we van de Vlaamse overheid krijgen voor steun aan jeugd, cultuur en jongeren en sport, dat dat eigenlijk wel heel erg weinig is. En dat de rest allemaal op een andere manier gebruikt wordt, dat ik dat heel erg jammer vind. En ik zou ook heel graag willen weten hoeveel het kost om een mobiel podium te huren. Als dat ooit een keer mogelijk zou zijn om dat te laten weten. Oké, Anne, ik ga dat laten weten. Maar het is wel praktisch als je iets in huis hebt, dat je niet telkens naar een andere gemeente moet vragen of het dat weekend precies hun podium vrij is. Het zal inderdaad, ik ben er enorm voor, het zal een aanwinst zijn tot en met. Ik ben er zeker van. Ik vind het wel jammer als afgesproken is om het niet te doen, dat het wel wordt gedaan. Dat vind ik heel erg jammer. Ik was niet bij die discussie. Oké, dankjewel. Voorzitter, ik wil toch wel even tussenkomen. Meneer Vragen zegt dat hij niet op die vergadering aanwezig was. Nee. Dan is het toch wel jammer. Er waren wel mensen van het Schepencollege aanwezig dat die communicatie niet doorgegeven wordt. Oké, ik denk dat verslag en die communicatie waarschijnlijk wel doorgegeven is, Martin. Maar dan zou ik graag nog het woord geven eventjes aan Stijn Timmerman. Stijn? Ik heb gewoon heel kort het woord te vragen. Ik had gedacht, ik ga het niet doen, want het is nu de zoveelste keer dat ik hoor dat er op bewuste overleg met de fractievoorzitters beslist is om die aankoop niet te doen. Dat er daar een akkoord over was, wordt er zelfs gezegd. Dan moet ik dus wel ten stelligste betwisten dat er daar een akkoord over was om dat niet te doen. Er is daarover gesproken geweest. Er wordt hier gezegd dat er hevig gedebatteerd is. Dat was in mijn herinnering niet hevig, maar anders zou ik me wel goed herinneren, denk ik, als het hevig geweest was. Maar er is in elk geval ook nooit een akkoord geweest om het wel of niet te doen. Dat er een discussie geweest is, dat klopt. Maar er wordt hier gezegd dat er een akkoord was om het niet aan te kopen. Dan moet ik toch ten stelligste tegenspreken en dat werd nu nog een keer herhaald en dus daarom vond ik het nodig om het uitdrukkelijk te zeggen dat dat zeker niet zo was. Oké, dankjewel. Mag ik nog een keertje? Ik wil het heel duidelijk terugschetsen. Op een bepaald moment heeft Schepen de Vriend gezegd tegen Schepen Verhagen, we zullen het dan kopen met onze eigen centen. Sorry Anne, maar ik was daar niet bij. Ik was met de fractieleiders. Jij zat daar wel bij, Dirk. Sorry. Ja, ik vind het eigenlijk wel jammer. Dit moet geen wel eens niet de spuisje worden. Hé, van, het is wel degelijk gezegd geweest. Van, en als we moeten beginnen ontkennen en we er al of niet bij waren. Eigenlijk speelt dat geen rol. Het gaat erom dat er gezegd wordt vanuit de meerderheid dat dit relanceplan met unanimiteit is goedgekeurd. Dat is niet waar, hé. Dat is niet met unanimiteit goedgekeurd. Wij hebben dat relanceplan besproken en er waren een aantal felle discussies. En dan stelde vast, dan, ja, achter de discussies, dat er inderdaad op een andere manier gecommuniceerd wordt en dat er gewoon beslist wordt, dan de inbreng dat wij dan vanuit de oppositie gedaan hebben, dat die eigenlijk gewoon niet meet.
En dat is heel erg jammer. Dat is niet de eerste keer deze legislatuur dat we zo'n dingen moeten vaststellen. Maar ontkennen dat er daar een felle discussie rond geweest is, terwijl dan we er eigenlijk allemaal bij zaten, dat kun je eigenlijk niet maken. Ik denk niet dat er ontkend wordt, Martien, dat die Steen ook juist gezegd dat er een discussie was. Ik denk dat het punt was dat er geen wel of niet overeenkomst is gesloten rond dat punt. Ik denk dat de discussie op zich niet betwist wordt. Maar ik denk dat alle vragen rond het relatieplan van zowel Martien als Anne nu opgelost zijn. Of Anne, niet? Nee, er was nog een derde puntje rond armoede en de vraag van Anne. Misschien dat je dat nu even ook nog behandelt, Ellen. Ja. Ja, dus we hebben heel wat middelen gekregen vanuit de hogere overheid in het kader van armoedebestrijding. Er is er al even over geweest in vorige raden, maar ik ga nog even een keer kort herhalen wat van budgetten dat er daar ook tegenover stond. Dus we hebben vanuit de federale overheid de COVID-subsidie gehad. Dat is een 54.983 euro, die dus aangewend wordt voor individuele tussenkomsten bij mensen. Deze komen elke maand eigenlijk voor op de bijzonder comité sociale dienst, waar dan beslist wordt in groep aan wie en welke steunen dat wij goedkeuren. Daarnaast hebben we ook het consumptiebudget gehad, 31.000 euro, die dus in zedelheimbonnen verdeeld wordt. Dit gaat ruimer dan de mensen dat we tot nu toe kenden. Dus het gaat ruimer dan de bestaande en lopende begeleidingen. We geven die bonnen eigenlijk ook aan mensen die zich nu nog altijd aanmelden bij ons en die wij voordien eigenlijk niet kenden. Dus mensen die nu echt getroffen zijn door de corona, komen wel degelijk bij ons terecht en worden ook via die bonnen geholpen door ons. En daarnaast hebben we ook nog Vlaamse middelen. De eerste twee waren federale middelen, nu hebben we ook nog Vlaamse middelen, een 30.000 euro. En daarin werd eigenlijk recent beslist met de ons omliggende gemeentes in de eerste lijnzone om die middelen te gaan bundelen en in te zetten op eerste lijns psychologische hulp. Wat de meerwaarde hiervan is, is eigenlijk dat de mensen zeer dicht bij huis of zelfs in huis geholpen kunnen worden en dat er zo ook geen wachtlijsten zich gaan vormen. Dat is een project die eigenlijk voor 2 jaar zal lopen en die vanaf januari 2020 opgestart wordt. Naast deze federale en Vlaamse middelen hebben we eigenlijk ook lokale middelen dat we inzetten. Zo hebben we de 58 laptops die deze week overgegeven werden aan de Zedelheimse scholen. We hebben ook nog eens extra ingezet op de bekendmaking van de middelen in verband met de sociale activering. Dus we hebben eigenlijk schrik dat mensen die in financiële problemen geraken door de corona, hun kinderen niet meer naar een sportclub zullen sturen of naar de kunstacademie of zo. Dus dat willen we tegengaan. We hebben nog een keer extra aan de scholen meegegeven dat er vanuit het OCMW hier ook middelen voor zijn en dat ze dit ook kunnen bekendmaken aan de ouders. En daarnaast zetten wij ook steeds in op begeleiding in het kader van activering naar tewerkstelling. Dus we willen de mensen echt helpen om terug aan de slag te gaan, ook al is het niet gemakkelijk nu in deze tijden. Misschien toch dit allemaal naast de reguliere werking, dus naast de andere middelen die we jaarlijks inzetten in het kader van armoede en kinderarmoedebestrijding. Wat ik ook wel nog een keer wil meegeven vanuit de dienstencentra. Dus we hebben alle 80-plussers opgebeld, alle 1167. Ik zie Anne van nee knikken. Ik heb dat zo doorgekregen. En er waren er 316 die een vervolggesprek wilden. Dus we hebben iedereen opgebeld, maar niet iedereen wil eigenlijk een tweede gesprek. Daarnaast bij de levering van de maaltijden aan huis hebben we ook meer tijd uitgetrokken, zodat we ook met die mensen eigenlijk een kort stoepgesprekje kunnen doen. Dus een kort gesprek aangaan van, hoe is het met je? Is er iets waar dat je nood aan hebt? Daarnaast bieden wij in de dienstencentra ook video, tablets of computers aan, waarmee de mensen familie kunnen contacteren in het rusthuis of in instellingen. Niet iedereen heeft een smartphone om te facetimen, dus zij kunnen daarvoor eigenlijk ook wel bij ons terecht. En ook de minder mobiele centrale blijft actief. Dus dat, naast de armoede wilde ik dat toch ook wel nog eventjes meegeven. Dankjewel Ellen, ik vind het heel mooie initiatieven, maar ik ken nog altijd een 80-plusser die nog nooit gebeld is. Misschien moet je dan een keer de naam doorgeven en ik ga dat dan persoonlijk nagaan, Anne. Oké, dankjewel Ellen, Anne. Martien, ik zie dat je handje nog in de lucht staat. Is dat een vergissing? Geen opmerkingen meer, Martien? Je micro staat af. Nee? Oké. Okay. Sorry, voorzitter. Mijn handje stond nog omhoog van de reis. Ah, geen probleem.
Geen probleem, Martin. Oké, dan kunnen we de interpellatie van raadslid Ampatien afsluiten en hebben meteen ook al een van de vragen beantwoord, namelijk de vraag van de Groenfractie rond het relanceplan. Dan zitten we aan de vraag ook van Ampatien in verband met de effectentax van de Vivaldige regering. Anne, misschien ook korte toelichtingen rond die vraag? Micro. Dus een van de eerste beleidsdaden van de regering De Croo was het invoeren van een effectentax. Elke rechtspersoon met een effectenrekening van minstens 1 miljoen euro die zal jaarlijks 0,15% moeten afstaan. De paars-groene coalitie die probeert dit te verkopen als een solidariteitsbijdrage voor de gezondheidszorg. Aangezien in een begroting inkomsten niet aan een specifieke uitgave gekoppeld mogen worden, valt dit onmogelijk hard te maken. De coronacrisis die wordt dus misbruikt om een platte belastingsverhoging verkocht te krijgen. Het jammere is niet enkel privépersonen, maar deze belasting moet ook betaald worden door rechtspersonen die een effectenrekening aanhouden. Dus ook bijvoorbeeld gemeenten, OCMW's, autonome gemeentebedrijven, intercommunales. Aangezien de meeste banken een negatieve rente aanrekenen op klassieke zichtrekeningen, is een effectenrekening voor grote bedragen een financieel verstandige optie. We kunnen ervan uitgaan dat verschillende lokale besturen er bij gevolg ook gebruik van maken. Dat de federale regering andere bestuursniveaus belast is onaanvaardbaar en dat is niet alleen de visie van N-VA, ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten die verzetten zich reeds om die reden bij de federaal minister van Financiën van Petegem. Nu is eigenlijk mijn specifieke vraag, heeft onze gemeente een effectenrekening die zal onderworpen worden aan deze belasting? En indien ja, wat is de visie van het Schepencollege ten aanzien van deze belasting? Of zijn er plannen om tegen de negatieve gevolgen van deze effectentax een motie in te dienen? Dankjewel, Anne. Schepen van Financiën, Anne de Vriend zal daar een antwoord op bieden. Anne? Ja, daarstraks, Anne, was uw vraag over economie kort en mijn antwoord lang. Nu gaan we het omdraaien. Wij hebben als gemeente geen effectenrekeningen. Dus eigenlijk is dat voor ons een probleem dat zichzelf oplost. Dus wij hoeven niets te doen. Goed nieuws. Ja, inderdaad. Oké, dan kunnen we naar de volgende vraag gaan. Dat was een vraag van raadslid Jean-Pierre de Groot in verband met gebruik van de koffieruimte in de sociale kruidenier. Jean-Pierre, aan u het woord. Ja, goedenavond, mevrouw de burgemeester Schepenen en raadsleden, publiek. Naar aanleiding dus van mijn schrijven aan de gemeenteraadsleden op donderdagavond 12 november laatstleden, in verband met een zogenaamde koffiekletsvergadering, denk ik, toen nog niet weten dat het iets anders kon zijn, in de sociale kruidenier, met name in de koffie- en relaxruimte. Dit deed zich namelijk voor ongeveer om 17 uur in de vooravond. Je kunt gaan denken, dat is dus aangekondigd geweest door een persoon die extern is eigenlijk aan de politiek eigenlijk, maar die dus een telefoontje ter harte nam en eigenlijk de functie van een soort straatambassadeur naar voren bracht. Dat hij naar mij belde, toeval of niet, misschien wel, misschien niet. Toch had ik graag in verband met dit schrijven toch ingeven en bedenkingen geformuleerd en de rol van de sociale kruidenier. Mijns inziens was het een heel slecht idee, wat naar hand bleek dus op schrijven van mevrouw de Schepen Ellen Hoes, dat het om een vergadering van Oranje ging in de zithoek, namelijk de relaxruimte van de sociale kruidenier. Zichtbaar naar de straatkant toe en bovendien zichtbaar koffiedrinkend met een achttal personen net voor het raam aan de Sint-Laurentiusstraat. Ook al was de sociale kruidenier dus op die datum, na dit uur, dus ze zijn normaal gezien de maandag en de donderdag open, maar dus zeker niet rond 5 uur in de vooravond, de facto gesloten voor klanten van de voedselbank waar ze momenteel geen koffie of drank nuttigen wegens de coronaregels. Ik had dan toch enkele bedenkingen geformuleerd. Leg dat dan maar eens uit aan de passant in de avondschemering, dus 12 november in de vooravond. Leg dat eens uit aan de klant van de voedselbank die zelf daar geen koffie nuttigen, laat staan daar met een achttal persoon zit in de zitruimte. Leg dat eens uit aan de passant die 5 minuten later een viertal horecazaken voorbij loopt die potdicht staan en waar de stoelen omgekeerd op de tafel staan. Leg dat dan ook maar eens uit aan de horeca-uitbater
die vaststelt dat de gemeente sociale dienst de relaxruimte, laat gebruiken met gebruik van de koffiemachine. Waar we elders dan vernemen dat de welzijnsraad en de verkeerscommissie niet fysiek mag vergaderen, waar ligt onze grens van de gemeente dan hier? Waar plaatsen we dan de voorbeeldfunctie van de gemeente hier? Daarom vragen wij ook concreet met de N-VA-fractie. Is het mogelijk, zolang de COVID-19-periode nog duurt, om geen vergaderingen meer toe te laten in de relaxruimte van de sociale kruidenier en het gebruik van de koffiemachine eventueel wat aan banden te leggen? Een tweede vraag. En inderdaad, online vergaderen ook naar Oranje toe maximaal te promoten. Of het niet mogelijk is dat zij ergens anders vergaderen om ruimte te huis. Dat waren de beide vragen. Oké, dank u wel, Jean-Pierre. Schepen en Ellen, goed van u het woord om een reactie erop te geven. Ja, dank u wel. Graag wil ik eerst en vooral meedelen dat de koffie- en wifi-ruimte dus inderdaad niet toegankelijk is voor mensen van buitenaf en enkel toegankelijk voor mensen van de sociale dienst en de medewerkers van Oranje die op dat moment in de sociale kruidenier aanwezig zijn. Onze sociale kruidenier draait voor een groot stuk op de inzet van de bewoners en de begeleiders van Oranje. Tijdens en na het werk wordt deze ruimte nu aangeboden om hun pauzes daarin en hun overlegmomenten daarin te hebben. Dus de koffieruimte wordt nu eigenlijk als verpozingsruimte gezien. Ook op donderdag, waar je het dus over had, na 17 uur, dus na de dagtaak, omdat de sociaal kruidenier op donderdag sluit om 17 uur, werd er daar overlegd tussen de bewoners en de begeleiders over de uitgevoerde taken en de planning voor de komende dagen. Iedereen zat op dat moment inderdaad neer en dronk daar een koffie of een water. Vergaderingen met externen moeten inderdaad zoveel mogelijk vermeden worden en digitaal doorgaan. Maar dit hier is toch wel een andere situatie en heeft een heel andere insteek. De personen van Oranje die in sociaal kruidenier komen, zijn een vaste bubbel. Ze worden niet gemengd onder elkaar, dus ook binnen Oranje zelf eten en doen ze hun activiteiten enkel in hun bubbel. Ook de dagbesteding op locatie is niet verboden voor hen. Wanneer ze dus in de sociale kruidenier de groep van bewoners en begeleiders aanwezig zijn, is het volledig volgens de regels die vooropgesteld zijn door de VAPH. Ze zijn hier meerdere uren per week aanwezig en krijgen de mogelijkheid om daar iets te drinken tijdens het werk of na het werk. Samen met onze partner Oranje zoeken we zoveel mogelijk en op verschillende manieren hoe we elkaar kunnen blijven ondersteunen in deze moeilijke periode. Van ons is het eigenlijk het aanbieden van een steeds blijvend aanbieden van een zinvolle dagbesteding en dus de ruimtes die hiervoor mogelijk zijn om de koffieruimte hiervoor te gebruiken, ook omdat ze hier voldoende ver ook uit elkaar kunnen zitten. Dus zeker de voorgeschreven regels kunnen volgen. Van hun uit, zij zorgen ervoor dat er vaste bubbels zijn, waardoor dat er ook altijd extra mankrachten voor ons kunnen voorzien worden in de sociaal kruidenier. Ik begrijp dat veel zaken verkeerd kunnen geïnterpreteerd en gepercipieerd worden voor mensen die voorbij gaan of passanten. En deze zijn ook niet altijd op de hoogte van werking hier intern en daar in de sociaal kruidenier. Zeggen dat Oranje deze ruimte na het werk niet mag gebruiken voor overleg met hun eigen bewoners, dat zullen wij niet doen. Ik hoop, Jean-Pierre, dat dat een beetje een antwoord op je vraag is. Dank je wel, Ellen. Jean-Pierre, nog een reactie hierop? Of is het voor... Ja. Ja. Ja, ik had graag nog even het woord genomen. Ik vind het toch wel genaardig dat we zitten met de COVID-19. Maar ik denk toch niet dat er speciale reglementen bestaan om vergaderingen of plaatsen aan te bieden aan mensen naast de werkruimte. Het is dus ook zo dat mensen die gewoon op de werkruimte zijn, die al die regels respecteren en dat het niet aan de plaats is waar de sociale kruidenier gevestigd is en dan nog zeker niet voor het raam, om zo aan de passant, toch een eigenaardig signaal mee te geven van kijk, we zitten daar samen in vergadering en hier precies kan dat en enkele huizen verder staan er horecazaak en daar kan niets voor het ogenblik. Ik denk dat het toch wel heel frustrerend werkt en je hebt ook zelf gezegd dat we een zeer bescheiden en sympathieke houding moeten aannemen naar de lokale handelaars die getroffen worden in deze periode van,
van COVID-19, dat dit toch een verkeerd signaal is. En dan ook naar de mensen toe. Het is dus ook zo dat de mensen in privéwoningen ook niet moeten samenzitten met meerdere personen of meerdere. Ook al is het dan dat je in een bubbel of met een andere bubbel nog tezamen zit. Ik denk toch dat het hier wat verkeerd ligt en dat je dan toch beter als gemeente een ruimte kunt aanbieden die in het sociaal huis aanwezig is. Of in het gemeentehuis aanwezig is, waar die mensen rustig ook kunnen ver uiteenzetten. Maar zo vlak voor de ramp vind ik toch wel iets. Ik vind het erover. Daarom heb ik willen reageren. Ik was natuurlijk wel blij dat ik direct op mijn schrijven van 12 november werd op mijn wenken bediend door mevrouw De Schepen, omdat ze onmiddellijk dus de hoogdringendheid heeft nagecheckt omdat het aan de hand was. In die sociale kruidenier. Daarvoor zeker mijn dank. En het is zeker niet de bedoeling om Oranje aan de schand te nagelen. Maar het is gewoon een voorbeeldfunctie en een pilootfunctie om een signaal te geven naar de mensen die wel zo erg getroffen worden daardoor, dat zij nog niet alleen een toets zeggen aan iedereen. En het is niet omdat er daar 8 mensen samen zitten die met een vergadering bezig zijn en met eventueel nog met patiënten of mensen begeleiden. Ik vind, dat is er toch wel iets over, denk ik. Dan in een gesloten, doe dat dan waar het niet zichtbaar is. En het is precies met die andere mensen die wel zo zwaar getroffen zijn, toch wel een beetje de draak te steken. Ik vond dat niet geplaatst. En daarom, aan de ene kant was ik heel erg op mijn gemak dat direct nagetrokken werd. Maar ik was dan ook wel verbaasd, omdat mevrouw De Schepen dus gewacht maakte van een vergadering en haar reactie op mijn schrijven dat er een vergadering gaande was rond 13:30, waarin dat de feiten zich wel voordeden om 17:00, dus bij de inval van de avondschemering, en dat dan eigenaardig geïnterpreteerd worden voor mensen die aan passanten voorbij komen en zich de vragen beginnen te stellen. Dat was toch wel eigenaardig. Dit is wat ik nog wilde meegeven. Dank u wel, Jean-Pierre. Goed. Okay. Dank u wel. Dan hebben we nog 1 vraag op de agenda staan. En dat is de vraag van raadslid Martien de Meester rond de rioleringsraad in Zedelhem. Martien, aan u het woord om dat even toe te richten. Dat is waar. Martien, heb het? Hallo? Ja, wij krijgen. Hoor jullie? Ja, we hebben wel ook veel lawaai. Ik ga dan proberen om mijn micro aan te zetten. Hallo, voorzitter, hoort u mij? Martijn, wij horen u. Peter, misschien nog eventjes je micro afzetten. Afzetten? Ja, nee, Martijn, hij niet. Ja, Martijn, begin maar. Ja. Dank u wel, voorzitter, voor het woord te krijgen. Ik had eigenlijk een vraagstelling in verband met de rioleringsraad in Zedelhem. Jullie hebben waarschijnlijk ook wel de panorama-uitzending gezien van een 3-tal weken geleden in verband met de toestand van het rioleringsnetwerk hier in Vlaanderen en in België. Die uitzending heeft voor heel wat ophef gezorgd. Heel wat vervuild water uit de huishoudens blijkt eigenlijk nog steeds zomaar in de grachten te lopen, waardoor het grondwater eigenlijk ernstig vervuild wordt. Het is zo dat Europa aan de deelstaten van Europa de verplichting opgelegd heeft om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren. Aanvankelijk werd het eigenlijk al verwacht tegen 2015. Het is eigenlijk altijd maar uitgesteld. De deelstaten maakten daar geen werk van, hadden daar ook geen middelen voor. We zijn nu 2020 en de deadline werd eigenlijk opnieuw ingesteld. Alle afvalwater van woningen moet gescheiden worden opgevangen, zodanig dat het kan gezuiverd worden tegen 2027. Er is daar regelgeving van gemaakt op Europees gebied, maar ook Vlaanderen heeft daar regelgeving van gemaakt. Vlaanderen heeft daar ook al heel wat voor geïnvesteerd. Er zijn zuiveringsinstallaties bijgekomen. Er is werk gemaakt van gescheiden rioleringsstelsels. Maar er zijn in Vlaanderen ook heel wat gebieden, onder andere ook in Zedelhem, zijn er nog wijken en straten waar het privéwater eigenlijk niet correct in de afvoer of in de riolering terechtkomt.
niet alleen de privé-aansluitingen zijn in een aantal gevallen niet correct, maar zelfs de openbare riolering zelf of het openbare netwerk is eigenlijk in een aantal gevallen nog niet helemaal in orde. Vlaanderen heeft nu eigenlijk vorig jaar of twee jaar geleden de verantwoordelijkheid doorgeschoven naar de gemeente zelf. En jullie weten allemaal dat wij vorig jaar op onze Zedelhemse gemeenteraad ook een subsidiereglement uitgewerkt hebben om naar burgers toe die mensen te gaan activeren om hun privéwoning op een correcte manier te laten aansluiten. Er zou ook werk gemaakt worden samen met de verantwoordelijke voor de riolering in Zedelhem om het rioleringsnetwerk zelf ook in orde te brengen. Er werd vanuit de gemeente ook naast het subsidiereglement, om tussen te komen bij burgers die het correct deden, ook een boeteregelgeving opgesteld voor mensen die het zouden nalaten. We hadden eigenlijk ook afgesproken dat we wijk per wijk, van de wijken waar het nog niet in orde was, zouden gaan aanpakken als gemeente. Daar zouden ook bewonersvergaderingen voor komen. We zijn een jaar verder en ik had eigenlijk graag nu op de gemeenteraad een stukje een evaluatie van de toestand willen hebben. Ik kan mij inbeelden, ik weet dat in een aantal wijken men daar al mee bezig is, dat men effectief mee begonnen is met het aanpassen van die riolering. Maar ik kan me ook inbeelden dat de werken of de plannen die gemaakt waren door corona ook vertraagd waren of vertraagd zijn. Dus ik had eigenlijk graag vernomen in welke wijken en straten men nu effectief al aan de slag gegaan is. Wat dat de planning is voor de toekomst. Ik had ook graag gehoord van onze verantwoordelijke schepen of de oorspronkelijke planning zoals men die vorig jaar in het hoofd had, of die effectief is kunnen doorgaan. Al dan niet met vertraging door corona. Ik had ook graag geweten wat de huidige rioleringsgraad nu is in onze gemeente. En of er zich al problemen hebben voorgedaan met burgers die eigenlijk weigeren om de aansluiting in orde te brengen. En daar wil ik ook wel een opmerking maken van, zijn er ook burgers die tot nu toe aangegeven hebben dat ze het niet kunnen betalen? Want we hebben inderdaad ook afgesproken dat burgers die in financiële nood zaten om dit te doen, dan deze zich tot de gemeente mochten richten en dat dan ging gekeken worden hoe ze konden geholpen worden. Ik had ook graag geweten welk budget we daar nu reeds voor gebruikt hebben en om hoeveel woningen het in totaal gaat, die eigenlijk binnen de gemeente Zedelhem nog moeten in orde gebracht worden. En dan heb ik ook nog een vrij recente vraag, naar aanleiding onder andere van die panorama-uitzending, is vanuit het departement van het kabinet van omgeving in Vlaanderen, het kabinet van minister Zoegaldemir, eigenlijk een initiatief gekomen waarbij dat gezegd werd dat gemeenten die momenteel financieel of technisch de stappen niet kunnen zetten, dan die alsnog projecten mogen indienen en als hun dossiers aanvaard wordt, dat ze dan tot 75% terug kunnen betaald worden. Dus mijn vraag is ook van, is men hier binnen de gemeente Zedelhem op ingegaan? Heeft men zich geïnformeerd of wij voor bepaalde wijken in aanmerking komen om die subsidie te kunnen krijgen? Oké, dankjewel Martin. Dat zijn veel vragen in één vraag. Ja. Oké, vraag het woord aan het Schepen van Openbare Werken, Peter Hazard, om hier een toelichting rond te geven. Ja. Een goede avond aan iedereen. Op mijn beurt. Ik ga dat proberen een beetje. Ik heb het een beetje een paar tekstjes en cijfers opgelezen in bepaalde tabellen. Dat ik ga proberen te presenteren en aan de hand van die tabellen alle antwoorden. Alle vragen te beantwoorden. Het zal niet ongeveer in volgorde zijn, maar ik zal toch proberen de meeste vragen via die tabbladen te beantwoorden.
Ik ga beginnen met de rioleringsraad. De stand van zaken is gevraagd van de rioleringsraad. Er zullen er ook een paar andere zaken bij betrokken, bij uitgeklaard worden. Ik zal dat proberen hier open te doen. Oeps. Dat lukt hier niet. Ah, zien jullie dat? Ja. Ik zie niks niet meer. Wij zien het, maar er komt nu ook wel een ander scherm op, Peter, waardoor... Klaar? Is dat beter? Ja, nu is het duidelijk. Is dat een beetje leesbaar? Want ik kan dat niet zien. Dat is tamelijk leesbaar. Ik zou misschien in de plaats van 100 tot misschien 120 of 150% zetten. Oké, zoek me. Wacht even. Van boven, Peter, in je taakbal. Ja. Links. Links? Ah ja, daar, ja. 125. Ja, ja, dat is beter. Een beetje in het midden. Ja. Ja, rioleringsraad. Er zijn twee zaken waar men naartoe kijkt. De rioleringsraad en de zuiveringsraad. De rioleringsraad, dat is de verhouding van het aantal inwoners die gerioleerd zijn ten opzichte van het aantal inwoners die niet gerioleerd zijn. In Zeeland hebben we, dat is 2019, cijfers 2019, 22.653 inwoners, waarvan er 17.391 aangesloten zijn op een rioleringsstelsel. En wat houdt dat in? Dat is een verhouding en dat is een percentage van een kleine 77%. De zuiveringsraad, dat is een andere, dat is hoeveel mensen dat er eigenlijk inwoners dat er aangesloten zijn op een zuiveringsinstallatie. Dat is gelijklopend met de rioleringsraad en daarom zal ik het even enkel over de rioleringsraad hebben. Dus wat is de toekomst? In ideaal geval, zoals Martin zegt, 2015 moest dat al gebeurd zijn, moest dat de toekomstige rioleringsraad, eigenlijk die, het perfecte scenario is 95,74% aangesloten op een zuiveringsstation en allemaal gerioleerd natuurlijk. Waarom die 95 of die, 6, die kleine 96% ideaal? Die laatste 4% zijn eigenlijk de IPAS. Dat zijn de zaken of de mensen, inwoners van Zeeland, die een individuele behandelingsinstallatie, een zuiveringsinstallatie moeten hebben. Deze mensen, deze IBAS, zoals wij ze noemen, moeten eigenlijk tegen 2027 allemaal geplaatst zijn. Daarvoor, die laatste 4%, dus die IBAS, hebben we eigenlijk verleden jaar ook al een subsidiereglement en een reglement opgesteld. Waarvan er in Zeeland zijn er 235, dus in de 7 jaar die volgen moeten er 235 IBAS geplaatst worden over heel het grondgebied Zeeland in een ideaal scenario. Iedereen heeft een brief gekregen van de gemeente, 235 adressen dus. En in een eerste fase zijn er 100 mensen rechtstreeks aangeschreven door RioPact. 100 mensen, waarom 100? Omdat over 7 jaar gespreid is, is het beter van een beetje te bundelen, in groepjes en fasering te doen, maar anders gaat het te veel. Het is ook een werklast natuurlijk voor de mensen van RioPact, voor iedereen aan te schrijven, op te volgen. Daarom hebben ze het ook een beetje gefaseerd. Op die 100 brieven dat de RioPact gestuurd heeft, zijn er 15 antwoorden gekomen van mensen die effectief actief willen meewerken om dat nu al te realiseren. We zijn daarmee gestart, dus de bedoeling is... Als je dan rekent, 235, dat is ongeveer 35 per jaar. Het zal in het begin trager gaan, maar we hopen toch een bepaald tempo aan te houden dat we in 2027 toch de meeste geplaatst kunnen hebben. Dat is IBAS, dat is een beetje die 4%. 96% onthouden, dat is ideaal scenario. Zeeland op 77%. Ik heb hier een keer opgezocht in de naast- en naburige gemeenten, steden. Wij zitten op 77%. Als je kijkt naar Zuidenkerken, de meeste landelijke gemeenten, en het moeilijk, 72%. De kuststeden, like Blankenbergen, Knokke, 97%. Knokke Heist, 95,5%. Waarom? Die kustgemeenten en een kleiner, niet kleiner grondgebied, maar zijn geclusterd, al de grootste delen van de bewoning, liggen echt in een beperkte oppervlakte. Bij ons is zijn de woningen zodanig verspreid dat dat heel, heel moeilijk is, heel kostelijk is, heel veel werk vraagt, heel veel werklast teweeg brengt, heel veel aanleg teweeg brengt
om dat omhoog te krijgen. Dus een beetje duiding, dus als je dat goed herinnert, 97% Blankbergen, 95% nog IJst en al de randgemeenten ongeveer op de 77% voor Zegelhem. Beren hebben bijvoorbeeld 73%, Damme 72%. Javik is een uitschieter, heeft 87% gereguleerd en Oostkamp 81%. Dus allemaal, onze randgemeenten liggen redelijk dicht bij ons. En misschien in het volgende tablet kan ik naar beneden gaan, hier naar beneden scrollen. Ja, ik ben dat vergeten. De rioleringsgraad is hier staan, 77%. En de ideale rioleringsgraad is 96%. De IBAS 235 in totaal. Over de 7 jaar gespreid is ongeveer een 35 per jaar, 105 inwoners per jaar. Het volgende tablet gaan. Subsidies toegekend. Kunnen jullie dat zien? Nee, Peter, wij zien nu niks. Misschien nog een beetje naar beneden gaan? Delen. Wacht. Nee, je document is nog gedeeld, maar het zit lekker wat vast, denk ik. Het volgende tablet zie je niet. Wacht, ik moet in dat stand van zaken moet ik wegdoen. Ja. Is dat nu goed? Wacht, je deel. Nu is het weg, Peter. En nu? Nog altijd niks. Jongens, dat is betant. Ja. Gedeeld met 2 mensen staat er hier van boven. Nog een keer nu presenteren en dan delen. Oké, ik kan het proberen. Ja, ik kan het een keer doen. Ja, ik kan een keer weggaan. Ja, nu presenteren. Tablet. Subsidies. Ja, dat is weer hetzelfde. Je vraagt deel met mensen en groepen. Ja. Oeps, klaar. Jullie zien dat niet? Nee, wij zien niks, Peter. Oh, moet dat hier nu oplossen. Ja, ik weet het. Kan ik er een ander proberen op te doen? Nee, het gaat niet lukken, denk ik. Mondeling toelichten, ja, inderdaad. Gaat niet anders kunnen. Sorry, hè. Ah, ik kan het misschien hier open doen. Subsidies. Voorzitter? Ja? Schepenhuisarts het mondeling toelicht, kan misschien digitaal doorgestuurd worden straks? Ja, maar, ik zal dat doen, hoor. Het is nu gelukt, Peter. Nu zien we het. Ja, zie je? Subsidies Vlaanderen, VMM. En dan subsidies die bevestigd zijn. Ja, dat zien we nu staan. Ja, goed. Ik kan niet zien wat ik gepresenteerd heb, maar goed, ik kan het even... En subsidies van Vlaanderen, de VMM, inderdaad. De subsidies dan van Vlaanderen van de VMM krijgen, zijn eigenlijk rioleringsgerelateerd. En die subsidies zijn afhankelijk van wat de haalbaarheid of wat de rendabiliteit is van het project. Dus rendabiliteit op het gebied van aansluiten op een zuiveringsstation. En ten tweede, het afhalen van regenwater die aangesloten is op het zuiveringsstation. Wij als gemeente krijgen subsidies en worden deze toegekend door de VMM. En de gemeente maakt natuurlijk... We proberen natuurlijk zoveel mogelijk van die subsidies binnen te halen. Er zijn een aantal projecten dat we al uitgevoerd hebben en die komende zijn, waarvan dan al subsidies gekregen en toegekend zijn. Dus de Rembertstraat is uitgevoerd. Dat zijn subsidies dan gekregen en niet enkel van de VMM, maar ook van de provincie en het gewest voor het fietspad. De Nelsenhoek Pierre-Lapont is in uitvoering. Dat is ook een subsidieproject van de VMM. Bakkershoflaan, Camille Barbierlaan, Henry Blommelaan, Wijk de Toekomst, de laatste fase. Dat is toegekend en dat is lopende. Dat is de VMM. En dan hebben we nog het Voet en Veld, Tiksmuitse Herberg, Kronenstraat, Klabouterie, Valliestraat. Dat is een heel groot project, bovenlokaal. Eigenlijk, de grootste werken zijn eigenlijk daar de Kronenstraat en Tiksmuitse Herberg. Het afvalwater die daarvan komt, komt nu terecht in de Zabbeek, beneden.
Ook het afvalwater van de Faliestraat, Kronenstraat, kant Zedelhem, komt ook terecht in de Zabeek. En daar hebben we ook de subsidie binnengehaald en gaan die werken uitgevoerd worden. Dus die werken zijn toegekend en de ontwerpfase is lopende. Projecten met positieve projectaanvragen, wat die nog niet officieel zijn, dat is zoals in de pers al gehoord en gelezen, het Groenhof. Het Groenhof is een subsidieringsproject van de VMM en de VMSW. Vivenda zal daar ook huizen afbreken en huizen herbouwen. En de Groene Straat. De Groene Straat is ook onlangs toegekend, nog niet officieel, de VMM. En dat is ook een fietsfonds. Ook de provincie en het gewest gaan er ook een stuk subsidiëren. De projecten. Er was ook een vraag naar projecten in de toekomst. Zijn er ook projecten aangevraagd in de toekomst? Er zijn bepaalde projecten aangevraagd, maar natuurlijk de subsidies moeten toegekend worden. En ik ga er een paar op noemen. Ik ga dan later terugkomen op de rioleringsraad, hoe dat een invloed heeft. Maar ik heb in de volgende slides, ik zal hem niet kunnen presenteren, maar ik zal ze dan voorlezen ongeveer. De Heidelbergstraat, Boomzagerijstraat en Oude Ieperweg bijvoorbeeld, zijn projecten die ingezien zijn in het gemeentelijk investeringsprogramma naar de VMM. Dat is een programma dat wij vragen, kijk, die werken willen wij uitvoeren. We zouden een subsidie hebben daarvoor. Kun je dit dat toestaan? De Heidelbergstraat, Stierenpad. Dat zit eigenlijk tussen de Heidelberg en de Beek. Dat zijn ook een riolering, die eigenlijk al het vuil water komt dan nog in de Beek terecht. Andere kant, richting Zuidwegen, ook dat stuk. Dan de Rode Beukendreef op hem, Torrot Steenweg. Dat kan in een sneller project komen. Waarom? Torrot Steenweg, ter hoogte van de Abdij van Zevenkerk, is dat nog een betonbaan. AWV, als AWV een werk doet, dan wordt er automatisch, bijna automatisch, subsidies toegekend en worden die meegenomen. Kostersveld staat ook op de lijst. En de Ruddervoordestraat, hetzelfde verhaal als Zevenkerken. Voeren we die uit, dan normaal krijgen we dan subsidies. Normaal wordt dat meegenomen. Dan ga ik even naar de rioleringsprojecten lopende en komende. Bijvoorbeeld de Rembertstraat. Er zijn daar 84 bewoners die aangesloten worden op het rioleringsnet. Dus dat is 0,37%. Dat is een voorbeeldje, niet? 0,37%. Ik zal dan die cijfers nogmaals aan iedereen, aan Stijn doorgeven en aan de gemeenteraad van eerste keer al op de tabel doorgeven. Ja, Peter, die vraagt om al die slides te bezorgen. Maar misschien dat je teelt nu ook als stoppen, Peter, want wij kunnen nu toch niet meer volgen. Ja, hoe doe je dat nu stoppen? Ja, wacht, ga ze toe doen allemaal. Is dat goed zo? Ja, dat is gelukt. Dank je wel, Peter. Oef. Bijvoorbeeld de brug Diksmuits in Erberg, 66 mensen, dat is een 0,3%. De Heidelbergstraat, Boomzagerijstraat, dat is een hipfiche dat we aangevraagd hebben, 200 mensen, dat is 0,9%. Dan hebben we ook nog een groter voorbeeldje gegeven, de Vloed en Veld, de Kronenstraat eigenlijk, waar ik van spreek, dat is het vuilwater die van de Kronenstraat in de Beek komt en van aan de kant van de Valleystraat. Dat zijn er 533, dat maakt eigenlijk 2,4%, een kleine 2,4%. Bijvoorbeeld dus de Kostersveld, 171, 0,75%. Als we dat in de volgende jaren kunnen uitvoeren, dan gaan we de rioleringsgraad met 6% verhogen. Dan gaan we van 77 naar 83, bijvoorbeeld. Dan was er nog een vraag in verband met subsidies, private afkoppeling. Dat is bijvoorbeeld de Rembertstraat. Bijvoorbeeld Pier Lapont Elzenhoek, bijvoorbeeld Brugse Heirbach, het fietspadproject die nu lopende is ook, en het Groenhof. Dat zijn er vier die lopende zijn, waarvan dan we start zijn na het reglement dat we in de gemeenteraad goedgekeurd hebben. Ik ga een beetje cijfers noemen. Dus toegekend aan het college in de Rembertstraat, dat is in euro's, €23.680. De Pier Lapont Elzenhoek, €51.986. Brugse Heirweg, het fietspadproject, €15.220. Het Groenhof, €35.160. Dat is het totaalbedrag dat we gaan toekennen als subsidies al allemaal gaan gevraagd worden. Dat is €126.046. In de Rembertstraat hebben er 18 woningen subsidierecht, en waarvan er 9 aangevraagd zijn. Dus die uitbetaald zijn. In de Pier Lapont, Elzenhoek, hebben we er van 9. In het Groenhof
ja, het is nog niet gestart daar. Zijn er ook nog niet mensen aangeschreven daarvoor. Dus zijn wel aangeschreven, maar zijn nog niet subsidies gekregen. Kan dat, dat is een beetje het verhaal erachter. Ik moet daar enkel over zeggen, ook als bestuur, dat wij in de komende legislatuur, in het budget eigenlijk, gaan een raming geven van cijfers, toch wel een 12 miljoen willen investeren in alle wegen, riolering, ook niet gesubsidieerde riolering, 12 miljoen euro van ons. En erbovenop komen alle subsidies, niet alleen van de VMM, maar ook van de fietsfonds en alle andere instanties die subsidies geven. En dan mag je eigenlijk ongeveer maar twee doen. In feite, de investeringen zijn 24 miljoen. Je moet dan ook zien dat al die werken moeten uitgevoerd worden. Dus de mensen die daar aan werken de hele dag, dat budget, dat maakt ook hoe meer de budget uit, hoe meer werk dat je erin hebt. Dus we willen natuurlijk zoveel mogelijk als bestuur, ik denk dat iedereen dat mee eens is, dat we daar zoveel mogelijk onze riolering, onze zuiveringsgraad willen omhoog gaan. En daarom is er veel geld nodig. Alle middelen die we krijgen, subsidies die we krijgen, gebruiken we natuurlijk. En hier hebben we natuurlijk met die laatste twee subsidies die we gekregen hebben, of toegekend zijn, kunnen we misschien een ander project weer vooruitschuiven. Dan kunnen we sneller een ander project in de pipeline steken om sneller uit te voeren. Als we meer centen, om die centen daarvoor gebruiken, kunnen we die centen nergens anders insteken. Het is dus de bedoeling toch van zoveel mogelijk projecten op te starten en te verwezenlijken in de mate van het mogelijke, dus de werklast voor de mensen ook. Ook andere werken, de kleinere werken, moeten ook vooruit gaan. Ook naar de inwoners toe moet ook te verklaren zijn, want je kunt niet overal al de straten in één keer gaan openleggen. Dat is de bedoeling niet. Het zijn nu al ingrijpende werken. Ik kan je verzekeren, in Zedelhem zal er veel gewerkt worden de komende jaren. Dus ik kijk er positief naar uit. 2027, deadline, oké. We gaan er ons best voor doen, maar het is al een keer verschoven met 12 jaar, van 2015 naar 2017. Maar we kunnen enkel ons best doen en het gaat over heel veel geld die wij niet kunnen investeren daarin. En waar wij grote hulp voor nodig hebben. En grote werken, veel mensen gaan daar moeten aan werken. Dus, maar we blijven positief, we doen er ons best voor en we gaan ervoor. He. Dus als bestuur 12 miljoen investeren, plus nog een keer 12, dat is 24. Over 6 jaar. Ja, het is een groot bedrag en we gaan er ons best voor doen. Zijn er dan nog vragen over, Martin? Dank u wel, Peter. Martin, je micro. Ja, ja. Meneer Schepen, dank u wel voor deze heel ruime uitleg. Ik waardeer heel erg dat je die cijfers, dat je een vraag zo grondig voorbereid hebt. En ik ben ook wel blij te horen dat er zoveel werk van gemaakt wordt, want het is wel belangrijk. We dreigen daar heel zware boetes te krijgen als we daar niet haken aan de beoogde rioleringsstraat. Maar uiteraard, ook los daarvan, de vervuiling van het grondwater, ja, moet dat wel kunnen tegengaan worden. U hebt heel veel verwezen naar subsidies. Als ik het goed begrepen heb, zijn dat eigenlijk allemaal subsidies die vorig jaar reeds aangevraagd waren. Maar mijn laatste vraag, dat ik oorspronkelijk stelde, daar een keer op terugkomt, het kabinet van Omgeving en Milieu, het Vlaams kabinet van Milieu, Omgeving en Milieu, heeft effectief nu in de laatste maand opnieuw geld vrijgemaakt. En ik kan het nu niet direct terugvinden, maar... Dat ging om een 180 miljoen, denk ik, dat vanuit Vlaanderen specifiek nu wordt vrijgemaakt voor nieuwe aanvragen vanuit. Dus misschien is het wel interessant als wij nu nog gebieden hebben in Zedelhem, die nog niet, waarvoor nog geen dossier ingediend is, dat men dat toch ja, zo rap als mogelijk misschien toch nog probeert te doen. U zegt het zelf, we hebben er al een heel groot budget voor vrijgemaakt. Het zal stukken van mensen kosten, maar het is wel nodig. Dus als Vlaanderen daar kan intussen komen, volg ik u volledig, dan wij eigenlijk alles op alles moeten zetten om zoveel mogelijk die subsidies binnen te halen. Dus ik weet niet of dat er nu recent vanuit Zedelhem nog nieuwe projecten ingediend zijn, want dat was wel de bedoeling van de nieuwe maatregel die nu genomen was. Oké. Inderdaad, die aanvragen zijn allemaal gebeurd. Maar de VMM is eigenlijk de beslisser daarin, als je subsidies kunt krijgen.
Dus wij hebben daar eigenlijk niks in te zeggen. Denk bijvoorbeeld de Groenestraat ja, en het Groenhof. De Groenestraat en het Groenhof. Wacht. De Groenestraat en het Groenhof zijn twee wijken, straat, die aangesloten zijn al op het zuiveringsstation. Hè? Dus in feite haal je daar geen vuilvracht van de riolering. Maar doordat die projecten klaar liggen, wij hebben ervoor gekozen om de Groenestraat bijvoorbeeld, van aan de kerk tot aan Zuidwegen, volledig te ontwerpen. En daarom hebben wij dat in gang gestoken. We hebben het project helemaal in de projectnota klaar liggen. En wij kunnen zeggen tegen het kabinet, wij zijn klaar daarmee, we kunnen ermee starten, we kunnen volgend jaar uitvoeren en dan was het oké. Maar we moeten er volgend jaar aan starten. Dus het kan snel gaan, hè, dan. Wij hebben de kans als bestuur en wij ervoor gekozen om een project op te starten. En wij hebben geluk eigenlijk dat dat project er klaar lag, dat we kunnen meestappen. En zo is dat gekomen dat we eigenlijk het Groenhof, die ook klaar ligt, dat we ook direct kunnen opstarten, dat we die projecten direct kunnen realiseren. Ja, dus, en dat is met die nieuwe subsidie die nu ja, klaar is. Ja, inderdaad. En nu is de bedoeling, we hebben nu dat gekregen, dus moeten we nu verder kijken. Welk dossier kunnen we nu opstarten? Stel dat er zich nog zoiets voordoet, dan moeten we een dossier opstarten. Dat is correct. Ja. Maar dat gaat ook niet in van, dat is niet een dossier opstarten. Dat duurt toch wel, als je alle procedures moet lopen, Martin, dat duurt toch wel een jaar. Hé. Dat gaat niet enkel over riolering, dat gaat over bovenbouw ook. Hé. En bovenbouw ontwerpen is mensen, bewoners informeren, bewonersvergaderingen in moeilijke tijden. Dat is niet evident, maar het lukt, maar het neemt tijd in beslag. En ik moet zeggen, men inderdaad ook niet, zoals collega Ans gezegd heeft, niet gestopt met investeren. Wij hebben alle projecten laten lopen. Hè. Dus alles loopt. Je hebt al gezien misschien dat er veel werken bezig zijn, maar ze gaan door. Hè. En er was nog een kleinigheid dat ik vergeten te vermelden heb. In verband met subsidies, problemen. De Rembertstraat is nu eindelijk de laatste mensen die moeten hun afkoppelingsdossier in orde brengen. Zijn er twee, denk ik, die problemen geven. Maar ja, het is de bedoeling toch dat die mensen de kans krijgen. Ze krijgen een boete van 1500 euro per jaar na de oplevering van de werken. Dus met maar een stok achter de deur. We gaan dat in orde brengen. Het is niet, denk ik, een financieel probleem. Ja, goed. Misschien laten liggen of zo. Maar goed, het is nog in een eerste project dat we opvolgen. We gaan het zeker opvolgen en evalueren. Er was één iemand in de Pier Lapont met een schuldbemiddeling. Okay, dat is ook in orde gekomen, dat ik vernomen. Niet echt grote probleem voorlopig. Terzijde nog, dat was ik nog vergeten. Oké. Dank u wel voor het uitgebreide antwoord. Goed. Dan zijn we aan het einde gekomen van de agenda, maar we willen toch nog één iets meegeven. Er is een wijziging in stemgedrag bij het punt over de tweede pensioenpijler. Daar had Bart Hazard zich onthouden, maar dat was een foutje. Dus Bart stemt ook gewoon voor dit punt. Dus dan vraag ik enkel nog aan jullie de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering. Zijn er daar nog opmerkingen over? Geen opmerkingen over die notulen? Dan keuren we deze unaniem goed. En dan zijn we meteen aan het einde gekomen van deze gemeenteraad. En open ik dan ook wel meteen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Daar staat op de agenda als eerste punt eveneens de tweede pensioenpijler, Arnoud. Daar gaat niks aan toegevoegd moeten worden, veronderstel ik. Is dezelfde uitleg als op de gemeenteraad. Klopt dit, Arnoud? Arnoud is weggevallen, denk ik. Goed, maar ik denk inderdaad dat het volledig dezelfde uitleg is. Zijn er nog vragen hier rond? Nee? Geen vragen? Oké, dan keuren we dit unaniem goed. En dan het tweede punt op de agenda. Sociale zaken, geïntegreerd breed onthaal. Ellen, aan u het woord om daar de uitleg over te geven over die lokale samenwerkingsovereenkomst. Ja, dank u wel. Een van de elementen in het decreet lokaal sociaal beleid is de ontwikkeling van een geïntegreerd breed onthaal. Wat houdt dit nu in? Dat is de samenwerking tussen de OCMW's, het CAW en de dienst maatschappelijk werk van de mutualiteiten. Het doel is eigenlijk om een herkenbaar aanspreekpunt op te richten. Vaak worden we vanuit de verschillende diensten geconfronteerd met complexe vragen waardoor voor
of van kwetsbare groepen waar we eigenlijk niet alleen een antwoord op kunnen bieden. En het GBO moet eigenlijk de krachten en de expertise van deze drie eerste lijns welzijnsvoorzieningen gaan bundelen, zodat we samen de problemen kunnen gaan aanpakken. De samenwerkingsovereenkomst is dus binnen de eerste lijnzone dus met de vier gemeenten, het CAW en de dienstenmutualiteit. En loopt voor de periode 2020-2025, dus voor deze beleidsperiode. Dus we zijn hier eigenlijk al een goed jaar aan het werken waar we ons willen focussen. En ook waar we naartoe willen. Ja, graag jullie akkoord voor de samenwerkingsovereenkomst. Zijn er hier vragen over? Gunther? Gunther de Scheemaker, aan uw woord. Ja, dankjewel, Schepen. Het was waarschijnlijk wel verwacht dat ik ging tussenkomen. Dat vlak is eindelijk een positief punt. En je weet dat van mij al lang de vraag en eigenlijk de wens er is dat de mutualiteiten samenwerken met OCME's. We zien dat nu inderdaad in een pakket gegoten. Ik kan al hier achter staan en hopen dat inderdaad goed draait, kan maar ten goede komen van onze burgers en leden van de mutualiteit. Ik zie het doen en hen zo te kunnen helpen. Alvast bedankt. Dank u wel. Gunther, wij kunnen u niet meer horen. Uw micro ligt terug af, denk ik. Ik denk dat hij klaar was met zijn... Klaar, ja. Geen... Ah. Okay. Het was geen gevraagd, was eigenlijk een akkoord dat we niet voor de samenwerking. Oké, dank u wel, Gunther. Dan wil ik vragen aan iedereen om nogmaals over te schakelen naar IBABS, naar de OCMW-raad, om daar de stem uit te brengen. Voorzitter? Ja. Ja, mag ik alsjeblieft? Wacht hoor. Er was nog een vraag. Oké. Jean-Pierre, was er nog een vraag? Zeg maar. Ja, inderdaad. Ik had mijn hand opgestoken, maar misschien is het laag dat je niet kon zien. Charlotte, had een vraag misschien nog voor Schepen Ellen Hoes. Al jaren waren we in de vorige legislatuur bezig met de verdere uitbouw van het huiskind. Natuurlijk, als we nu de doelstellingen bezien en de acties en engagementen die aangegaan worden in zaken geïntegreerd breed onthaal, vind ik daar blijkbaar niet zo heel veel van terug. Ik zou graag even willen vragen aan Ellen hoe dat komt, eigenlijk, waarom het komt dat het huis van het kind eigenlijk praktisch niet meer genoemd wordt. Waarin zit dat vervat dan? Ja, het huis van het kind, Jean-Pierre, zit niet in deze samenwerking, maar dat zit eigenlijk in het LOC. Dus dat is in het loket, het lokaal overleg kinderopvang. Dus daarin zijn zij vertegenwoordigd. Als wij een overleg hebben met alle kinderopvanginitiatieven op het grondgebied, dan zijn zij daarin vertegenwoordigd ook. Maar wij hebben ook halfjaarlijks een individueel overleg ook met het loket voor onze gemeente specifiek. Dus ik weet niet of dat voldoet aan je vraag, of als je daar nog wat meer info over wil ik dat gerust eens allemaal op de mail zetten naar iedereen om de werking van het loket nog een keer mee te geven. Ja, dank u wel. In verband met het huis van het kind kan dat misschien voldoende zijn als er dan nog uitwerkingen toe zijn die toegestuurd worden, geen enkel probleem. Dan had ik misschien nog een tweede vraag. Ik heb dus gelezen dat er een normale rapportering of een aftoetsing komt van per jaar van het actieplan en dat u daarvoor verantwoordelijk bent om die actie doornemen of aftoetsen. Heb ik dat goed gelezen? Ja, dat klopt. Dus nu gaan we daar officieel mee van start. Dus in de loop van volgend jaar zal er daar sowieso een feedbackmoment rondkomen over hoe het staat en hoe de acties verlopen. Er is ook een stuurgroep waarin alle schepenen eigenlijk zetelen, met ook de vertegenwoordigers dan van sociale diensten en van de CAW's en iedereen, waarin dat eigenlijk alles besproken wordt. Dat is eigenlijk halfjaarlijk dat zeker doorgaat. Dus daarna kan ik eigenlijk iedere keer naar jullie dan rapporteren wat dat de voortgang van de acties is. Ja, dat komt dus ook naar de gemeenteraad toe. Ja.
En misschien nog zouden we er kunnen op antwoorden welke kosten dat, dat eventueel met zich meebrengt. Ja, dus wij hadden ons ingeschreven om een subsidie te kunnen krijgen van 25.000 euro. Dat hebben wij niet ontvangen, omdat er heel wat eerste lijnzones ingediend hebben, maar dat niet voor iedereen het geld bestemd was. Dus wij zijn daar eigenlijk een beetje naast gevallen. Momenteel is dat ingeschreven op de gewone normale werking van het OCMW. Echt grote kosten hebben we tot nu toe nog niet gehad, omdat we ook nog niks hebben kunnen organiseren. Dus momenteel, de vergaderingen die eraan gekoppeld zijn, vallen eigenlijk binnen de gewone werking van de dienst. Dus momenteel echt grote budgettaire gevolgen heeft dit nog niet met zijn meegebracht. Oké, dat volstaat. Dank u wel. Oké. Mag ik dan nu vragen aan iedereen die zijn stem nog niet heeft uitgebracht om nu te stemmen? Voorzitter, 26 stemmen voor, dus goedgekeurd. Oké, dank u wel. Dan komen we aan de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering van maatschappelijk welzijn. Zijn er daar opmerkingen over, die notulen? Nee? Oké, dan kunnen we deze ook goedkeuren en zijn we aan het einde gekomen voor van de Raad van Maatschappelijk Welzijn voor deze avond. Oké, collega's, ik wil u allemaal bedanken voor de vlotte gemeenteraad vanavond en de vlotte OCME-raad. Het is niet evident, ook wij moeten nog allemaal een beetje zoeken, maar over het algemeen is alles vrij goed verlopen. Ik wil ook de mensen thuis bedanken om mee te kijken. En de volgende gemeenteraad en OCME-raad zal doorgaan op donderdag 17 december en zal eveneens digitaal zijn. Dank je wel en allemaal nog een prettige avond. Goedenavond. Bye bye iedereen.